Mijn naam is Lucella Carrasso. Het stond hier net. Vos. Ik ben vanmiddag de debatleider. Welkom ook aan de Europarlementariërs. Ik zal ze straks aan u introduceren. We hebben vanmiddag een debat over twee concrete actuele onderwerpen. Het eerste is het meten van natuur- en milieuschade door bedrijven. Er is een richtlijn aangenomen in Europa dat in ieder geval de 6000 grootste bedrijven dat nu moeten gaan doen. De vraag is, wat gebeurt daar vervolgens mee? Dat zal worden voorgelegd, die vraag, die zal worden voorgelegd aan de Europarlementariërs. En bouwen met natuur, een ander onderwerp, daar gaan we ook over spreken. Wat mijzelf als algemeen journalist, want ik ben presentator op Radio 1 voor de NOS, opviel bij de voorbereiding was, wat gebeurt er toch ongelooflijk veel, wat eigenlijk volgens mij niet helemaal op het netvlies van het grote publiek staat. Dus dat was voor mijzelf zeer interessant. Dat neem ik ook mee naar mijn werkgever. In ieder geval, dat neem ik mee. Ik hoop dat u ook van alles mee zult nemen. Voordat ik naar de Europarlementariërs ga, wou ik eerst het woord geven aan een van de organisatoren. Maas Schoten is de algemeen directeur van IUCN Nederland voor de opening. Dank je. Namens Natuurmonumenten, IUCN Nederland en ook Leaders for Nature enorm hartelijk welkom. Echt een hele goede beslissing dat u hier naartoe bent gekomen op maandagmiddag. We hebben nog geprobeerd een hindernisbaan aan te leggen bij het Mauritshuis, maar u heeft het gewoon gevonden. Ik moet u en de kandidaten natuurlijk enorm bedankt. Jullie zijn aan je 334ste debat bezig deze week. Hartstikke goed. Nee, fijn dat jullie zijn gekomen. Ik moet u wel bekennen dat wij als organisatoren, als hosts van dit debat niet neutraal zijn. Nog als het gaat om natuur en natuurbescherming, nog als het gaat om Europa. Natuur is wat ons betreft niet alleen iets van grote intrinsieke waarde, maar natuur en natuurlijk kapitaal en de manier om daar slim en verstandig mee om te gaan, is wat ons betreft ook het fundament van ons welzijn. Anders gezegd, als we niet slim, duurzaam en op de toekomst gericht omgaan met datgene wat de natuur ons geeft en het natuurlijk kapitaal, kan je ook geen robuuste economie bouwen. Dat is onze mening in elk geval. Maar we zijn natuurlijk benieuwd naar hoe de kandidaat-EP-leden die combinatie tussen ecologie en economie zien. Ook zijn wij niet als organisatoren van dit debat neutraal ten aanzien van Europa. Er komen megatrends op ons af, mondiale megatrends, bevolkingsgroei, klimaatverandering, ongelijkheid, voedselzekerheid, noem ze maar op. Dat zijn mondiale trends die ons direct raken, maar je kan ze niet als land individueel oplossen. Als je dat bij wil buigen of een antwoord wil geven, zal je dat samen moeten doen. En wij geloven erin dat veel van de antwoorden om robuust en effectief te reageren op die megatrends komt door samen te werken in Europa. En wij zijn benieuwd als organisatoren ook hoe de kandidaat-EP-leden naar die rol van Europa kijken om die grote mondiale uitdagingen tussen ecologie, economie en die megatrends waar ik het over had, de kop te bieden en hoe Europa daar een rol in kan spelen. Daarmee geef ik graag de microfoon weer terug. Hartelijk dank en u kunt, neem ik aan, actief deelnemen aan het debat, want we hebben weinig stellingen, maar daardoor veel tijd om er diep in te duiken. Dankjewel. Goed, hartelijk dank, Maas Schoten. Ik wilde beginnen met het voorstellen van de kandidaten Europarlementariërs. Dit is er niet eentje, zeg ik gelijk. Die denkt al steeds, joh, dat ben ik helemaal niet. Frank Hoekemeijer van bouwbedrijf Heijmans. Die doet straks ook mee met een stelling. Welkom. Johanne van der Schee van de ChristenUnie. Nummer 8 staat u op de lijst. Ik wilde even beginnen met een korte introductievraag. Wat is uw favoriete plekje in de natuur? Het bos. Het bos. En één bos in het bijzonder? Nou, ik ben veel in de Veluwe, vlakbij Apeldoorn geweest als kind. Dus dan is dat het... Een mooi plekje. Ja, absoluut. Mevrouw Goudappel van de Partij van de Arbeid. Ja, nou, een ander antwoord. Ik ben dol op zee, dus duingebied, de zee. En dan zeker vanuit Rotterdam kun je eigenlijk vanaf Hoek van Holland zo naar het noorden wandelingen maken. Heerlijk. Was Eikhout ook een favoriet plekje in de natuur?
van GroenLinks? Ik ben een beetje verkeerd geboren, want mijn lievelingsplek zijn echt de bergen. En dat is toch lastig in Nederland. En als ik dan in Europa, een van de mooiste gebieden vind ik echt de Karpaten, omdat het nog echt een heel mooi gebied is. En, dus dat is zeker wel een aanrader. Dat is ja, wandelen in de bergen is toch... Maar dat schiet niet op, ja, Zuid-Limburg. Ja, een klein beetje. Heuveland. Dank. Gerben-Jan Gerbrandy, natuurlijk natuur, ook flora, fauna. Als u een bos bloemen voor uzelf uitkiest, welke bloem zit daar in ieder geval in? Nou, ik hou altijd van wilde boeketten, veldbloemen. Dat vind ik het allerleukste. Ik hou niet zo van truttige bloemen. Een boeket veldbloemen, ja. Dank. Anja Hazekamp, ook welkom, Partij voor de Dieren. Nou, laat ik u naar uw favoriete dier vragen. Ook onderdeel van de natuur natuurlijk. Nou, we zagen net een vos. De vos? De vos vind ik wel een heel mooi dier. En waarom? Ja, hij staat voor mij symbool voor alles wat er mis is met de natuur. Hè, en hoe wij met dieren daarin omgaan. Hè, dat hij massaal uitgeroeid wordt in Nederland. Terwijl hij toch zo'n belangrijke rol vervult in ons ecosysteem. Goed, ik kijk gelijk even naar Dirk Goting van het CDA. Hoezo, heb ik die vossen? Nou, nee. Ik zag een bepaalde reactie daarop. Ik legde ergens een link, maar... Nee, helemaal niet. Vossen is een prachtig beest. Ja. Uw favoriete dier? Mijn favoriete dier, paard. Een paard? Ja. Oké, en waarom het paard? Ja, ik vind paarden mooi. Ik heb ook veel paard gereden vroeger, dus dat... Okay. Ja. En Erik Wesselius van de SP, wat is uw favoriete plek in de natuur, in Nederland of in Europa? In Nederland het Doldersumse veld in het Drents-Friese woud. Daar ga ik al 10 jaar elke herfst heen. Daar heb je ontzettend veel ganzen komen daar overnachten. Daar geniet ik altijd erg veel van om in de eerste week van november daar een week van de natuur te genieten. En gaat u daar 's ochtends vroeg heen? Nou, dan in die tijd van het jaar kan dat makkelijk, want ja. Dan is de wintertijd net ingegaan. En dan is het 's morgens pas om 8 uur licht. Dus okay. Dat is uw favoriete plek, dank. Tot zover de introductie. Ik wilde gaan naar het eerste onderwerp, Natural Capital Accounting, zoals dat zo mooi heet. Gelukkig hebben ze iemand gevonden die dat veel beter uit kan leggen dan ik, wat dat inhoudt. En daar gaan we nu naar kijken. Hi, I'm John. I work for a company, a big company, a company that still doesn't realize it relies on nature, which is why I'm organizing a meeting, a big meeting, to discuss natural capital. It's a new idea to boost our business. You've heard of financial capital, right? So what is natural capital? Well, let's take company A, that's us. We make shoes, lots of shoes. So let's take a shoe. This one's a leather. Leather comes from cows. To make a cow, you need grass and grain. That's a lot of land and a lot of water. To make a shoe, you gotta have a sole. Do you think soles come from thin air? Get a grip. We need rubber, and lots of it. This rubber comes from rubber trees. Trees need land, soil, and water. We need aluminium for eyelets, another natural resource. Let's keep moving. We need energy, water, chemicals, dyes. Our shops need building, cooling, lighting, heating. And when our shoes wear out? Imagine this. Severe floods hit somewhere important in our supply chain. Livelihoods are lost. Our factories fail. Hashtag corporate nightmare. But does it have to be that way? What if we replant forests to protect our sites from floods? Or restore wetlands to filter water? Or turn old shoes into something new? What if we realized that investing in natural infrastructure could save us cash too? So back to my question, what is natural capital? It's all the value that nature provides for us, the natural assets we have. If our company had to pay for our impact on nature, we'd owe $6 a pair. That's real money. So ask yourself, what does nature provide for your business? And shouldn't it be on your balance sheet? Dat was John dus, $6 per paar schoenen. Over dit onderwerp wil ik, voor we met de Europarlementariërs, kandidaat Europarlementariërs ook gaan spreken, het woord geven aan Frank Hoekemeijer.
Hij is manager duurzaamheid van bouwbedrijf Heijmans. Misschien wel een beetje de John van Heijmans? Of gaat dat nog niet zo bij jullie? Ja, op zich wel. In die zin moet je nog heel veel doen binnen je bedrijf om dit soort onderwerpen ook echt op de agenda te krijgen. Dus. Maar jij loopt ook zo'n rondje richting de CEO hiermee. Ja, goed. Ja. Oké, het woord is aan jou. Dankjewel. Ja, dankjewel. De eerste debatronde gaat over het onderwerp natural capital accounting. Dus hoe houd je eigenlijk als bedrijf rekening met natuurlijk kapitaal? En de stelling, of in ieder geval de kop boven deze eerste debatronde was: meten is weten. En wat dan? En over wat dan zou ik graag nog wat even willen toelichten. Aan het eind van de maand niet geld tekortkomen is een primaire levensbehoefte. Als dit niet op orde is, kan je niet zorgeloos genieten van je leven. Om ons welvaartsniveau te kunnen behouden, zal er voldoende werkgelegenheid moeten zijn en zal de overheid voldoende geld moeten kunnen investeren in onze sociale voorzieningen. Dat kan de overheid alleen als ook zij hun huishoudboekje op orde hebben. En ook voor bedrijven is winst maken een essentiële randvoorwaarde om te kunnen blijven bestaan. De winst stelt bedrijven in staat om producten en diensten te leveren waar mensen een boterham mee kunnen verdienen. Ja, waar maatschappelijke voorzieningen mee kunnen worden gefinancierd middels belastingen. En uiteraard gewoon de producten en de diensten die bedrijven leveren. Als je kijkt naar financiële verslaglegging van bedrijven, dan is dat vooral zeg maar ontwikkeld in de jaren 70. In de jaren 70 is de wet op de omzetbelasting gekomen. En daarna is een aantal ontwikkelingen geweest rondom bijvoorbeeld de International Accounting Standards Committee, die vanaf 1973 heeft gewerkt aan standaarden voor bedrijven om te rapporteren op hun financiële jaarverslagen. In 2003 is daar de code tabaksblad bijgekomen, naar aanleiding van de Enron-schandaal, waar in één keer 21.000 mensen op straat zijn komen te staan, omdat het bedrijf niet goed voordeed zeg maar, wat hun financiële positie was. De meest recente ontwikkeling is vorige maand heeft het Europees Parlement de richtlijn aangenomen voor transparantie van niet-financiële gegevens door grote bedrijven. En daarin worden zeg maar, de 6.000 grootste bedrijven van Europa verplicht om gegevens te rapporteren ten aanzien van diversiteit en natuurlijk en sociaal kapitaal. Sinds ongeveer halverwege de jaren 10 van deze eeuw rapporteren grote bedrijven vrijwillig over hun duurzaamheidsbeleid. Het is niet zo dat deze richtlijn nu een enorme impact gaat hebben op de koploperbedrijven die al heel veel werk verrichten op het gebied van duurzaamheidsrapportage. En waarom bedrijven dat vrijwillig zijn opgestart, heeft vooral te maken met imago en een breed draagvlak in de maatschappij. En er moet ook niet vergeten dat de standaarden die in de jaren 70 en 80 zijn ontwikkeld ook een privaat initiatief is geweest, wereldwijd, en niet is ingegeven vanuit publiekrechtelijk. Op dit moment lijkt het erop dat het IIRC, dat is de International Integrated Reporting Committee, die heeft eind vorig jaar in december een standaard ontwikkeld voor integrated reporting. Het lijkt erop dat dat nu de standaard gaat worden, zoals de IAC dat heeft gedaan in de jaren 80. Uitgangspunt van het IIRC is dat de traditionele financiële jaarverslagen niet alle informatie bevatten die nodig wordt geacht om het toekomstig succes van een bedrijf te kunnen beoordelen. Immers, financiële resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar de primaire doelgroep van die standaard, dat zijn de investeerders, dat zijn de kapitaalverstrekkers. Het gaat om, wat is nou het belang voor uiteindelijk de waardecreatie van het bedrijf op langere termijn? En daarin zit wat mij betreft de crux. Transparantie bieden op natuurlijk kapitaal wil nog niet zeggen dat die informatie ook een rol speelt in de strategische en dagelijkse besluitvorming bij een bedrijf. Pas op het moment dat bij bestuurders en kapitaalverstrekkers volstrekt helder is wat die relatie is tussen natuurlijk kapitaal en de winstgevendheid en de waardecreatie van het bedrijf, zal er ook daadwerkelijk wat mee worden gedaan. En daarbij is het begrip materialiteit bepalend. Materialiteit wil zeggen dat een aspect alleen maar van belang is op het moment dat je kan aantonen dat ook echt daadwerkelijk de waardecreatie van jouw bedrijf beïnvloed wordt door dat aspect. Dus op het gebied van natural capital accounting gaat het erom, wat is nou uiteindelijk het effect daarvan op de bedrijfsvoering? Dat werd ook een beetje in het filmpje laten zien. Bijvoorbeeld een bedrijf als Puma, die schoenen maakt, is het heel erg duidelijk zeg maar, dat die van natuurlijke grondstoffen afhankelijk is voor hun productieproces. Als je nu kijkt naar de bouwsector, daar dreigen niet echt grote risico's op het gebied van natuurlijk kapitaal. De grondstoffen die een bouwbedrijf gebruikt, zijn niet schaars in die zin.
Dus als je kijkt naar materialiteit, kunnen wij heel goed onderbouwen dat we aspect natuurlijk kapitaal niet hoeven te rapporteren in ons duurzaamheidsverslag. En dat zou dan terecht zijn volgens de standaard. Dus wanneer wij niet worden afgerekend op die impact die wij hebben, we zijn er niet afhankelijk van, maar we hebben wel een enorme impact op, dan pas wordt het ook echt van belang, zeg maar, dat wij daar iets in gaan meenemen. Dus behoud van natuurlijk kapitaal, Maas zei het zelf ook in zijn inleiding, kan alleen maar in gezamenlijkheid worden opgepakt. En daarbij zie ik een essentiële rol weggelegd voor het meewegen van de impact op natuurlijk kapitaal bij overheidsaanbestedingen. Pas wanneer aanbieders wordt gevraagd de kosten voor natuurcompensatie inzichtelijk te maken van hun aanbieding, dan pas kan de overheid ook een transparante keuze maken op het niveau van maatschappelijke kosten. Dus op deze wijze, alleen als natural capital accounting gekoppeld wordt aan het bedrijfseconomisch belang, zal het ook een rol krijgen in de besluitvorming. En daarom wil ik de volgende stelling voorleggen aan de kandidaten van het Europees Parlement. Als natural capital accounting geen rol speelt bij de gunning van overheidsopdrachten, is de maatschappij uiteindelijk duurder uit. Ja, de schade die je toebrengt, die zal later gecompenseerd moeten worden. En het is wat mij betreft veel slimmer om die in de opdracht mee te nemen, zodat je eigenlijk een snelweg bouwt die bijdraagt aan de natuur. Goed, hartelijk dank Frank Hoekemeijer van bouwbedrijf Heijmans. Dank. Korte vraag daarover. Begrijp ik goed dat als de overheid bij opdrachten waar Heijmans ook voor in aanmerking komt, hier niet naar vraagt of geen conclusies verbindt aan het rapport over het natuurlijk kapitaal, dan zegt u, dan loopt mijn CEO er ook niet warm voor om daar echt iets mee te doen? Nou, in ieder geval niet vanuit echt puur bedrijfseconomische reden. Dus dan is het wel in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid, of in de zin van als je kijkt naar innovatie of imago, of kansen benutten, dan op dat gebied natuurlijk wel. Ik bedoel, wij zijn heel actief uiteraard met duurzaamheidsbeleid om van allerlei, heel simpel voorbeeld, wij bouwen op dit moment de flora- en faunavoorzieningen voor ProRail. Nou, dat is een enorm groot contract waar heel veel voorzieningen worden aangelegd. Ja, dat soort dingen, dat blijf je natuurlijk wel doen. Maar zeg maar in de kern van je bedrijfseconomische besluitvorming zal dat dan niet echt een serieuze rol spelen. Goed, dank. Lijkt me een mooi punt om gelijk even naar Bas Eikhout te gaan van GroenLinks. Want ja, u zit in het Europees Parlement. Die richtlijn is half april aangenomen voor 6000 bedrijven dus. Heijmans is daar één bedrijf van. Als ik het zo hoor, dan is het wel redelijk vrijblijvend zoals het nu is vormgegeven. Nou, de rapportage die is verplicht voor die 6000 bedrijven. Dus in die zin is dit een eerste stap, zou ik zeggen. Een eerste stap waarin dus bedrijven er rekening mee gaan houden. En hopelijk gaat het dan ook meer onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Maar voor die anderen, niet 6000, is er nog niets verplicht. En eigenlijk, wat ook een beetje in de stelling zit, is natuurlijk wel leuk dat je in rapportage een verplichting doet. Maar wat ga je ermee doen in je besluitvorming? En wat gaat eigenlijk, en dat zit ook in de stelling, als overheid kun je natuurlijk ook veel dwingender worden. En als je als overheid dit gaat meenemen in je openbare aanbestedingen, dan worden bedrijven ook genoodzaakt hier echt mee rekening te houden. Dus en ik zie het als een eerste goede stap, maar gezet, we zijn er nog lang niet. Nee, want gaat die stap gezet worden? Zijn er dingen in voorbereiding dat de overheid dit als voorwaarde moet stellen bij aanbesteding? Ja, er is een continue discussie over openbare aanbestedingen. Dat is natuurlijk ook Europees geregeld, waarin tot vroeger eigenlijk alleen de prijs gold. Dus dat was een beetje Europees geregeld, interne markt. Je mocht dan niet, een land als Frankrijk heeft nog wel eens de neiging met aanbestedingen vooral de eigen bedrijven voor te trekken. Nou, dat is de bedoeling bij de Europese markt, dat niet meer kan. Maar dan werd eigenlijk alleen nog maar de prijs sturend. En dan vooral de korte termijnprijs, waar we het altijd over hebben. Dan kom je niet heel snel uit bij dingen die goed zijn voor het milieu. Maar we hebben wel nu ook in het Europese parlement zijn we bezig geweest met het verbeteren van die openbare aanbestedingen. En dat er ook een mogelijkheid is om met sociale en duurzaamheidscriteria rekening te houden. Ja, dus die opening is nu geboden. En eigenlijk is nu de volgende stap dat je dat dwingender gaat maken, zodat eigenlijk die accounting echt een onderdeel wordt van de overheidsaanbestedingen. Ja, mevrouw Goudappel van de PvdA, vindt u dat dat dwingender moet worden, dat de overheid hier rekening mee moet gaan houden bij de aanbesteding? Jazeker. Ik was vlak hiervoor op een werkbezoek bij een glastuinbouwbedrijf in Lansingerland. En er zijn heel veel glastuinbouwbedrijven en die willen graag green rail als vervoersmethode. Dat wil de gemeente ook, dat wil de overheid daar ook. Dat betekent dat er dus vervoerd wordt, gewoon dat er een spoorverbinding wordt aangelegd. Er zijn tegenstanders van die het nu lijken te winnen. Om de eenvoudige reden dat ze alleen maar, zeg maar, kijken naar kosten. De trein zou iets langzamer gaan gemiddeld dan de vrachtwagens nu. En ja, tijd is geld.
En daar komt bij dat die bedrijven die tegen zijn, gewoon gebruik maken van Oost-Europese vrachtwagens die goedkoper zijn qua huren, goedkoper zijn qua arbeidskosten en veel vervuilender zijn. Dus, en dat dus is op met andere woorden, daar wordt niet naar natuurlijk kapitaal gekeken? Daar wordt in ieder geval op dit moment in die strijd, is het dus een strijd tussen natuurlijk kapitaal en niet natuurlijk kapitaal. En wij willen erg graag natuurlijk dat degenen die daar wel rekening mee houden, dat die strijd gaan winnen. En het is natuurlijk een overheidsaanbesteding. Dus dat zou wel zeker meegenomen moeten worden in het hele proces om te besluiten om überhaupt de keuze te maken. En kan je dat de overheid ook echt opleggen? Dat ze dat doen bij de aanbesteding? Jawel, we hebben ook vaak gezien om meerdere redenen dat alleen maar kijken naar de prijs, wat in het verleden is gebeurd, wel tot allerlei problemen heeft geleid. Hè. Een snelweg die wordt aangelegd waar mensen uitgebuit worden. Dat is ook wel een probleem. Maar ja, die was wel goedkoper. Dat bedrijf was wel goedkoper. Dat kan niet de enige reden zijn om te kiezen. En moet dat dan vanuit Europa verplicht worden gesteld voor overheden, vindt u? Ja. Want dat zijn geen dingen die... Het is een illusie om te denken dat al die aanbestedingsmarkten, als overal waar geboden wordt, alleen maar Nederlands of alleen maar Duits is of alleen maar Pools is. Dus niet nationaal regelen, dat maar vanuit niet. Europa. Nee. Mevrouw van der Schee van de ChristenUnie SGP, bent u het daarmee eens? Ik ben het daarmee eens. Op zich, ChristenUnie zegt altijd minder regelgeving. Maar wat ChristenUnie ook en de SGP ook zegt, is goed rentmeesterschap, zorg voor onze schepping, voor de natuur. Goede leefomgeving is essentieel. En daar moet vrijblijvendheid dan het onderspit delven. En meer regulering is dan absoluut aan de orde. En ik vind ook dat overheid, nationaal, gemeente, provinciaal en Europees, moet ook een voorbeeldfunctie hier stellen. Maar daarbij wil ik wel aantekenen dat we het niet alleen van Europa moeten hebben of van overheid. We hebben allemaal hier een verantwoordelijkheid in. Zowel burgers, bedrijven, organisaties en de overheid. En dat mis ik dan wel her en der. Het gaat, wat ik ook hoorde in het verhaal van de meneer van Heijmans. Het gaat niet alleen, als we het alleen doen of voor de rapportage, om goed PR-beeld te hebben, dan zijn we verkeerd bezig. We hebben een mindshift nodig. Het gaat ook om intrinsieke waarden in een bedrijf, maar ook in je eigen persoonlijke leven. Want anders dan gaat er nooit wat echt veranderen. Goed, dus we hebben drie partijen die zeggen, we willen dat best regelen. Dat de overheid verplicht wordt dit mee te nemen bij de aanbesteding. Meneer Gerbrandy van D66, zou u dat ook steunen? We hebben gisteren gehoord dat bijna alle partijen hetzelfde stemmen in Europa op 2 na. Eens even kijken of dat hier ook zo is. Ja, laten die hier nou niet zijn. Ja. D66 is daar een heel groot voorstander van. Als je kijkt naar de rol van de overheid, dan kan die een duwtje geven. En dat is bij aanbesteding is dat een heel belangrijk duwtje. Want het zijn juist bedrijven die wel hun nek durven uit te steken en wel met duurzaamheids- en natuurbelangen rekening durven te houden. Die zijn helaas nu soms nog iets duurder volgens de huidige berekeningen. En dan kan je als overheid kan je ze net dat duwtje geven, waardoor ze net iets meer kunnen produceren en waardoor ze heel succesvol kunnen worden. Dus dat moet wat u betreft ook verplicht worden, dat overheden daar naar kijken. Wat mij betreft wel, maar er spelen ook nog wel andere dingen mee. Hè. Die 6000 bedrijven is inderdaad een eerste stap. Wij wilden als parlement veel verder gaan. Het waren weer de lidstaten die hebben weer ontzettend op de rem getrapt. Overigens, Nederland heeft daar een klein beetje aan meegedaan, maar was gelukkig niet een van de aanvoerders van dat verzet. Maar dat is ontzettend jammer, want het gaat juist om het vergroten van die bewustwording van natural capital, natuurlijk kapitaal. En wat voor bedrijven geldt, geldt natuurlijk net zozeer voor overheden. Want het is heel raar dat ook een overheid, een land, zet het nationaal natuurlijk kapitaal niet in de boeken. Het komt pas in de boeken als je het gebruikt, als je het vernietigt. Een bos wat ergens staat, staat niet in de boeken, maar kap je het om en verkoop je het hout, dan heb je in één keer een heleboel geld verdiend. Nee. Dat daar dus iets verloren gaat, dat zie je in de boeken niet terug. Dus u zegt, dat zou eigenlijk geregeld moeten worden. Kijk ook verder dan die 6000 bedrijven. Breng mij even bij Dirk Groting van het CDA. Zou het ook voor boerenbedrijven, landbouwbedrijven moeten gelden? Die hebben dan wel niet meer dan 500 werknemers, hè, wat nu het criterium is. Nou, misschien zou dat ook laten zien hoeveel boeren bijdragen aan het bijhouden van de natuur. Het zou interessant dus het zijn om dat in kaart te brengen, toch? Om dat zichtbaar te maken. Ik bedoel, transparantie is wat dat betreft ook altijd wel disciplinerend. En dat is ook wat meneer Van Heijmans net aangaf. Ik denk dat daar wel een groot deel van de winst te behalen is de komende jaren. Want
In Nederland kunnen wij de kaders natuurlijk van de Nederlandse aanbestedingswet kun je aanpassen. Volgens mij wordt er al op verschillende elementen groen aanbesteden en duurzaam aanbesteden. Dat wordt op decentraal niveau al redelijk... Ja, het is nog niet verplicht, hè? Het gebeurt gebeurt daar en daar ook niet. Nee, en dan heb je ook gelijk te maken met die concurrentieverhoudingen. Hè? Heijmans steekt zijn nek uit en een paar andere bedrijven, Puma, die stellen een John aan. En nou ja, dan hoop je dat die John over 5 jaar een stuk verder is. En bijvoorbeeld een plek in de raad van bestuur heeft. Waarbij die veel meer aan de knoppen zit. En veel meer ook op regulering niveau. Want op een gegeven moment gaan we die Europese aanbestedingswet gaan we die herzien. Nou, stapje voor stapje zullen daar die overwegingen in moeten gaan zitten. Ja, en dan bent u er dus ook voor om het ook voor andere bedrijven te doen. En niet alleen voor die 6000 grootste in Europa. Heb ik dat nou goed gehoord? Ja, maar vaak is de goede bedoeling is vaak de tegenstander van de beste uitkomst. We moeten beginnen. Deze 6000 bedrijven, die moeten, de komende jaren... moeten die verslag gaan leggen van wat de consequenties zijn van hun handelen. Daarmee kunnen wij ook zien van hoe werkt het? En welke kant gaat het op? Hoe kunnen we het verbeteren? Zodat we dat straks ook kunnen verruimen. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Mevrouw Hazekamp, als ik bij u kom, wat vindt u dat ermee moet gebeuren? Er komt dan bij Heijmans, maar ook bij de andere bedrijven een mooi verslag met een aantal cijfers. Als het mee zit van, nou ja, we hebben deze aanslag op het natuurlijk kapitaal gedaan... Wat moet daar vervolgens voor conclusie aan verbonden worden? En door wie? Nou, ik denk dat je een stapje terug moet gaan. Want we gaan er nu eigenlijk in deze discussie al vanuit dat die schade in de natuur veroorzaakt wordt. Hè, dat er dus schade ontstaat. En de schade aan natuurgebieden die misschien in de ogen van die bedrijven of de overheid minder waardevol zijn, die wordt daar niet in meegerekend. Wij vinden dat natuur ook als niets... geen economische waarde heeft, dat toch belangrijk is. Want natuur heeft een waarde die niet in geld uit te drukken is. En die we misschien ook wel niet in geld zouden moeten proberen uit te drukken. Wat we nu zien is dat zowel de overheid als die bedrijven... Laten we een voorbeeld noemen wat vanochtend in de krant stond van DSM. Een bedrijf wat zegt heel duurzaam te ondernemen. Heel maatschappelijk verantwoord. En die dan pleit van, ja, als we hier geen schaliegas kunnen winnen... nou, dan gaan wij wel naar Duitsland. Nou, dat soort zaken moet je ook meerekenen... als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen... en hoe je omgaat met de omgeving en de samenleving. Als er uiteindelijk een rapport uitkomt... wat moet je daar dan voor conclusies aan verbinden? Nou, de rapporten die we tot nu toe zien... is dat mensen zich er eigenlijk weinig van aantrekken... zowel bij bedrijven als bij de overheid. Ik ben zelf ook statenlid in Groningen. Daar zitten we met een kolencentrale die niet aan de Europese milieuwetgeving voldoet. Daar zitten we met overheden, provinciale overheden, die meer dan 1500 bedrijven, veebedrijven, onterecht een vergunning hebben verleend. En die schade veroorzaken aan Natura 2000 gebieden in de hele omgeving. En dan zegt tot u, dan ook ben je, over de grens. Ben je eigenlijk nog ver weg van deze... We zijn nog heel ver weg... natuurlijk kapitaalrapportage. Ja, want wat er nu gebeurt is dat ze zeggen... nou, dan richten we bepaalde schade aan. Nou, oké, die verrekenen we dan achteraf. Maar daarmee heb je die natuur nog niet terug. Meneer Wesselius van de SP. $6 per paar schoenen, hè, wordt er verspild aan natuurlijk kapitaal. Vindt u dat dat geld rechtstreeks weer terug moet... naar de natuur van bedrijven? Of wat moet je met zo'n getal? Ja, nou ja... Net als de Partij voor de Dieren heeft de SP grote vraagtekens bij of je een financiële bedrag moet gaan plakken op natuurschade. Het lijkt me goed om dat bedrijven proberen te inventariseren wat hun impact is op de natuur. Maar ik denk dat kwalitatieve impact inschattingen daarbij ook heel belangrijk zijn. Moet je dit en voor laten mij... zitten? Pardon? Moet je dit dan laten zitten? Nou, ik heb er vooralsnog hele grote vraagtekens bij. Ik kende de hele term niet. Dus ik was uitgenodigd voor dit debat. Ik had nog nooit van natural capital accounting gehoord. Ik zal heel eerlijk zeggen, het gold voor mij ook. Erg, en, hè? Ja, nee, maar ik zal gewoon zeggen hoe het zit. Ja. En wat doe je dan? Dan ga je googlen. En ik vond een aantal dingen. En ik dacht van, ik ga ook eens kijken. Wat zeggen nou clubs als Greenpeace... en Milieudefensie daarover. En toen zag ik dat beide organisaties toch enigszins kritisch tegenover dit onderwerp stonden. Met name het een waarde toekennen aan de natuur. Daar kun je heel veel vraagtekens bij zetten. Omdat de natuur
ja, hoe ga je dat precies meten? Daar is ontzettend veel over te doen. Dus ik denk dat ook een onafhankelijke controle op die capital accounting lijkt me echt een pure noodzaak. En dus en voordat we meteen, wie dat dan gaat doen ook, hè? Voordat we meteen op die wagen springen allemaal, zou ik zeggen, laten we nou eerst eens kijken, is dit nou de beste manier om ervoor te zorgen dat natuur behouden blijft en dat bedrijven zich netjes gedragen? Misschien kunnen we dat ook op een andere manier doen. Dit is heel erg de manier van de bedrijven kunnen het zelf regelen. Het is natuurlijk positief als dat zo is, maar de praktijk is heel vaak dat bedrijven natuurlijk een heel groen verhaal houden en dat de praktijk toch vaak tegenvalt. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld met Shell en British Petroleum, die zich een aantal jaren geleden als een soort groene energiebedrijven profileerden. En dat hebben ze ook net zo gemakkelijk weer afgestoten toen het economisch niet meer uitkwam. Een bedrijf is natuurlijk toch in eerste instantie een economische actor. En dat is ook wat de meneer van maken met aandeelhouders. Ja, dus ik denk dat het niet hard genoeg is. Even voorleggen aan meneer Gerbrandy. Ja, nee, natuurlijk zijn bedrijven economische actoren, net zoals consumenten dat zijn. Want die kijken in de winkel ook naar, oh, wat is het goedkoopste, die koop ik. Inclusief SP-stemmers. Dus laten we daar nou even van uitgaan. En dan kijken, hoe kan je, gegeven dat, dat de wereld zoals die is, hoe kan je zorgen dat wij dus die externe kosten, namelijk de kosten die in het vernietigen van de natuur zitten, die niet in die prijzen zitten van producten, hoe kan je nou zorgen dat die daar wel in komen, zodat een bedrijf daar dus rekening mee gaat houden? En dat vind ik het goede van. Daar heb ik ook wel een vraag over, want zoals meneer Wesselius zei, hoe stel je dat vast? Hè? Is in heel Europa bijvoorbeeld het verbruik van een kuub water gelijkgesteld? Nee, maar neem maar voor een bedrijf. Hè. Hoe gaat Heijmans tellen met het waterverbruik? Hoe gaan de andere bedrijven tellen? Is dat helder voor iedereen? Nee, en dat is ook moeilijk. Maar wat ik zo mooi vind van bedrijven als Puma, en er zijn er een heleboel, hè, die zijn ermee begonnen. En die komen in ieder geval tot bepaalde conclusies. En die zien al van, nou, als wij dit op zo'n manier doen, dan levert dat zoveel schade aan de natuur op. En maar als of iedereen ze daar anders gaat tellen, nee, maar, kijk, dan krijg je allemaal andere rapporten. Ja, maar natuurlijk, of ze daar nou 10% of 20% naast zitten. En meneer Van Heijmans die zei ook van, ze zijn nu met standaarden bezig. Hè? Dus dat gaat op zich de goede kant op. En wat ik wil bepleiten, dat het is een fantastische route om die externe kosten, dat die nu eigenlijk op de maatschappij worden afgewenteld, om die toch in de prijs van dat product te krijgen. Ja, meneer. Want het alternatief, ik zie het niet. Nee, de blauwe ogen van die ondernemer, die gaan ons niet redden. Meneer Wesselius? Nou, er is nog een ander punt wat die milieuorganisaties naar voren brachten. En dat is, en dat hoorde ik ook een beetje in de woorden van de meneer Van Heijmans, natuurcompensatie. Dus een bedrijf richt schade aan de natuur en dan kun je misschien ergens anders weer nieuwe natuur, of ja, dus je legt een snelweg aan. Voor ieder paar schoenen plant je 3 bomen, ik noem ja, maar iets. Ja, nou dat soort dingen, dat risico, dat zie ik heel erg bij dit soort economisering van de natuur, dat je het gewoon kunt kopen ergens anders. En daar hebben we hele slechte voorbeelden van gezien. En natuur, daar ben ik het helemaal eens met de Partij voor de Dieren, heeft gewoon een intrinsieke waarde. En je kunt niet zeggen van, we kunnen een boom die ergens staat, kunnen we zomaar vervangen door een boom die we ergens anders planten. Ik denk dat je daar toch op een andere manier naar moet kijken dan puur door die economische bril. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik er helemaal tegen ben. Maar ik wil er graag dus een aantal fundamentele kanttekeningen bij plaatsen. Ik wil even naar Bas Eickhout. Laatste zin haal je toch wel weer enigszins onder. Omdat ik namelijk, wat ik wou zeggen, is dat we niet moeten twee zaken niet uit elkaar halen. De eerste wat we hier proberen te doen is bij een al bestaande economische activiteit van een bedrijf aan te laten geven wat voor kosten zij veroorzaken, breder dan alleen maar het bruto nationaal product. En dat lijkt mij heel verstandig, dat jij ook bedrijven eigenlijk gaat verplichten dat zij breder rapporteren dan wat alle aandeelhouders op dit moment over de hele wereld gewend zijn. Die zijn alleen maar gewend om te kijken naar winst of verlies, punt. Daar zit geen enkel natuurlijk kapitaal in. Dus wat je hiermee probeert is dat onderdeel wordt van je hele verslaglegging. Dat wil niet zeggen dat vervolgens het hele beleid zich helemaal moet gaan blindstaren op die economisering van eigenlijk je goods en services. Dat is een hele andere discussie. Maar zit dat risico er niet in met zo'n richtlijn? Tuurlijk zit, nou, het risico zit er veel meer in. Als je gaat kijken naar internationale onderhandelingen, vind ik bijvoorbeeld waar we nu gaan betalen voor het voorkomen van ontbossing. En dan krijg je inderdaad, op een gegeven moment wordt een stuk natuur platgeslagen tot koolstofinhoud. En daar dan een prijskaartje aan. Dan wordt het gevaarlijk.
Dus volgens mij is dat stap 2. Maar dat je aan zich de bedrijven die al een economische activiteit hebben, tenzij we gaan zeggen elke economische activiteit van elk bedrijf willen we niet meer, maar dat heb ik de SP nog nooit horen zeggen. En is dat misschien wat mevrouw Hazekamp wil of ook niet? Als u hier eens op reageert. Nou ja, de Partij voor de Dieren is een groot voorstander van dat vuile producten, dat de prijs in die, van die vervuiling verrekend wordt. Ja, dat probeer je dus hiermee. Dat probeer je hiermee, maar je probeert hier ook een waarde toe te kennen aan iets wat eigenlijk zo waardevol is dat je het nauwelijks in geld kunt uitdrukken. En daar zit volgens mij een risico. Ik denk dat je moet oppassen dat je... We zien het nu al, hè? Ik noemde net het voorbeeld van die vos. Er wordt er al gauw gezegd van, nou, die vos hoeven we geen rekening mee te houden. Want daar zijn er genoeg van, is dus niet waardevol. Maar is het alternatief dan om ja, gewoon dit niet te doen en dan niks te doen? Of wat is uw voorstel? Nee, ik denk dat je... Als deze richtlijn voor ligt, dan zou u ook voorstemmen, omdat u dolblij bent, dat uiteindelijk eindelijk hiermee de kosten van breder dan alleen maar een bruto nationaal product worden meegenomen in afwegingen. Ja, is dat zo? Zou u voorstellen? Ja, wij zijn een groot voorstander van dat de economische waarde wordt vervangen door andere waarden. Maar wat je hier ziet is dat die andere waarden in geld worden uitgedrukt. Dat is eigenlijk de andere andersom. Dat punt. Ik wil even mevrouw Goudappel laten reageren. Het is natuurlijk niet zo dat hierbij gewoon uiteindelijk wordt gekeken weer naar een soort eindrekening. Wat is het goedkoopst? Maar je maakt iets inzichtelijk. Er moet een omschrijving bij staan van wat het is. En dan wat voor bedrag je eraan vastplakt. Dat is discutabel. Maar het gaat erom dat je een opsomming hebt van welke schade veroorzaak je. Van welke natuurlijke hulpbronnen maak je gebruik. En dat inzicht daarin is ook denk ik louterend voor bedrijven. Maar ook voor de overheid. Zeker bij een aanbesteding. Om te zien wat voor kosten maak je hiermee. Ja. Nog even meneer Gerbrandi, dan meneer Wisselius. En dan wil ik even naar de zaal. Wat? Kijk, het doel is natuurlijk niet om bedrijven in kaart te laten brengen wat de schade aan de natuur is en ze dan vervolgens daarvoor te laten betalen. Nee, dit is een opstap naar het voorkomen van die schade. Want als wij bedrijven dwingen om rekening te houden met die negatieve kant van hun handelen voor natuur en daar ook een kostenplaatje aan zetten, dan worden bedrijven dus gedwongen om die kosten te voorkomen. Ja, meneer Wesselius. En dan wordt het interessant, want dan wordt het dus goedkoper om te produceren zonder dat je schade toelevert aan de natuur. En dan werkt het economische model zelfs voor duurzaamheid. En dat is waar we naartoe moeten. Ja, meneer Wesselius, ze gaan op deze manier vanzelf anders produceren. Ja, ik blijf... Het komt misschien ook door het werk wat ik de afgelopen 15 jaar heb gedaan. Ik heb gekeken naar de politieke invloed van multinationals op Europese politiek. En wat je vaak ziet is dat bedrijven zich veel groener voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Greenwashing wordt dat in het Engels genoemd. En ik vertrouw er nog steeds niet op dat bedrijven als Syngenta en Bayer, die bijvoorbeeld die neonicotinoïden maken, die zie ik niet uit zichzelf ophouden met het produceren van stoffen die een enorme schade toebrengen aan de natuur. En dan, dan kun je afvragen, wat is dan uiteindelijk de betekenis? Het is mooi dat ze er dan een cijfer aan vastplakken, maar uiteindelijk gaat het ons erom om de bijen te behouden. En dat lijkt me dat voorop moet staan in het beleid. Nog even kort, meneer Gerbrandi, want zij zijn denk ik niet afhankelijk van overheidsopdrachten. Dus hoe zorg je dan dat deze bedrijven wel duurzaam produceren? Nou, deze ene pesticide hebben we gelukkig in Europa al opgelost door die voor de komende 2 jaar te verbieden. Dus gelukkig hebben we als overheid... Ja, maar natuurlijk niet op als je er gelijk achteraan in Nederland een vrijstelling geeft. Nou, volgens mij hebben we het Europees voor 2 jaar in de ijskast gezet. En ik kan me niet voorstellen dat daar een vrijstelling aan gegeven is. Maar mijn partij zit niet in de regering. Dus misschien kan een van de anderen daarop reageren. Half. Kan je niet meer volhouden, toch? Nee, wij zitten niet in de regering, punt. Meer me weinig, macht en invloed lijkt me dan me weinig de regering. Aan af te doen. Ja, wat ik ook nog heel graag even wil toevoegen. Want dat inderdaad, het mag absoluut geen doel op zich worden. Het is wel een middel. Dat hoor ik mijn buurvrouw net ook al zeggen. Ik wil dat er steeds in debatten doorgooien. En voordat we naar de zaal gaan, misschien heel erg natuurtechnische verder discussie krijgen, wil ik ook nog benadrukken dat wat betreft de ChristenUnie-SGP het niet alleen om natuur gaat, maar ook om mensenrechten, om dierenwelzijn, om kinderarbeid. En die impact zou ook inzichtelijk moeten maken. En het goede van we hebben nu een hele technische discussie van hoe het zou moeten, maar het goede van zo'n natural capital accounting is wat mij betreft wel dat onzichtbare kosten zichtbaar gemaakt wordt. En dat leidt tot andere keuzes van bedrijven, maar ook van consumenten.
Goed, dank. Even meneer Hoekemeijer, gaat u nu zo tevreden naar huis? Denkt u, nou, dat gaan we regelen in Europa? Wat consensus gehoord wat dat betreft. Deze kant. Oh, die aan die kant ook, ja. En kunt u meegaan in de discussie van kan je er wel waarde aan toekennen? Het monetariseren op zich is een hele flinke discussie. Dus dat is denk ik, dat staat nog in de kinderschoenen. Dus wat dat betreft moet dat zeker niet een doel op zich zijn. Ik denk wat belangrijk is dat je inderdaad zeg maar, het koppelt aan die bedrijfseconomische prikkel. En dat is mogelijk. Dus op het moment dat jij in plaats van streeft naar de laagste kosten, streeft naar de maximale waarde. En dan daag je dus bedrijven uit om met innovatie dus meer kwaliteit te bieden. En in plaats van dat je ze laat focussen op zo laag mogelijke kostprijs, en dat gaan alle innovaties naar zeg maar een lage kosten, moet je ze juist uitdagen op maximale kwaliteit. Ja. En ik denk dat daar de crux zit. Dan heb je win-win. Dank. Ik wou naar de zaal. Mevrouw van Schreden zei al van als het maar niet straks een natuurtechnische discussie wordt. Dus dat was al een mooie waarschuwing. Natuurtechnisch, ja, mooie term. Een paar vragen en met de nadruk op vragen graag. En als u ook even wil zeggen aan wie de vraag is. Meneer. En als u ook even wil zeggen wie u bent. Oh, sorry. Nee, u krijgt niet de microfoon. Daar hebben wij slechte ervaring mee. Ik zal het kort houden. Wiebe Douwe van het TMC Asser Instituut voor Internationaal en Europees Recht hier in Den Haag. De eerste spreker die benadrukte dat de bouwwereld misschien zelf niet zozeer aan te spreken is. Daarbij viel mij op dat een onderwerp als hout en met name tropisch hardhout toch wel degelijk iets is wat in de bouw volgens mij nog steeds gebruikt wordt. We kunnen het hebben over aanbestedingen, maar overheidsaanbestedingen en dan weer de bal bij de overheid liggen. Maar hoe ziet die spreker het als het gaat om het gebruik van hout, waar Nederland een van de grootste importeurs van de wereld van is? Goed, vraag ik aan meneer Hoekemeijer. Ja. Op gebied van hout zijn wij denk ik een van de koplopers als het gaat om het FSC-convenant. En niet alleen FSC, maar ook IPPC. Waarin er op dit moment ook een Green Deal loopt met een aantal koploperbedrijven. Waar wij denk ik een van de enigen zijn die nu gezegd hebben, is dat we 100% duurzaam hout gebruiken. En dat doen wij al 2 jaar. Dus dat is zeker een issue wat in dit kader ook absoluut een rol speelt. En waar wij ook heel actief mee bezig zijn. Goed, dank. Is er nog een vraag uit het publiek? Ik zie er nog 2. Ja. Korte vraag. Mijn naam is Thomas Vintges van de RVO. Het RVO kunt u misschien even voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja. We hebben het heel erg over bedrijven, maar uiteindelijk zijn het vaak de consumenten die het moeten kopen. Die consumenten begrijpen vooralsnog niks van het accounting gebeuren. Hoe ga je die vertaalslag maken? En van wie? Misschien meneer Gerbrandi, die er actief bij betrokken is geweest. Ik hou u nu verantwoordelijk voor deze hele richtlijn, dat begrijpt u al. Wij ook. Op zich een lastige vraag hoor, maar ik denk dat uiteindelijk transparantie vanuit bedrijven, dat de sleutel is om ook de consument te bereiken. En daar spelen NGO's natuurlijk ook een hele belangrijke rol, maar die kunnen dat ook weer vertalen. We kunnen ons allemaal nog herinneren dat KitKat zwaar onder druk stond, omdat de palmolie die daarin verwerkt werd, kwam uit gebieden in Indonesië en Maleisië, waar dus oerwoud werd gekapt om palmolie te verbouwen. En dan zie je dat consumenten ogenblikkelijk in actie komen. Ik weet niet of ze meteen allemaal stoppen met KitKat eten, maar consumenten kunnen op die manier, dankzij ook de ICT-mogelijkheden van vandaag de dag, kunnen ze ontzettend veel doen. En is Puma bijvoorbeeld ook meer schoenen gaan verkopen? Is dat bekend, nadat ze dit bekend hadden gemaakt? Ik geloof het niet. Er zijn wel positieve voorbeelden, maar die zijn nog redelijk marginaal. En dat komt ook omdat het aantal consumenten dat daar echt de keuze op baseert, is natuurlijk heel klein. Dat is nog een klein clubje. Het wordt natuurlijk pas interessant als die duurzamere goederen, als die goedkoper worden. Want dan maak je de grote slag. En daar is zo'n natural capital accounting zo ontzettend belangrijk voor. Omdat je uiteindelijk als doel kan hebben dat schoon produceren gewoon goedkoper is. Omdat ook die externe kosten erin verwerkt worden. Ja, dank. Ik zag nog 1 vraag daar achterin. En hier nog eentje. Chris Geerling, ooit werkgroep Ecologie en Ontwikkeling en ook Shell Nigeria.
ik kijk al wat langer naar het verhaal van Puma. Die gebruiken geen leer meer, maar leer is een bijproduct van de vleesindustrie. En er wordt niet gekweekt voor leer als zodanig. Dus het doet aan productie van leer niks af. Dus waarom komen jullie met dit voorbeeld? Nou, het voorbeeld is dat Puma zelf inzichtelijk heeft gemaakt wat zij spenderen aan natuurlijk kapitaal. He, dus die noemen we als een van de bedrijven die een bedrag de wereld in heeft geslingerd wat het kost. Maar u zegt eigenlijk wat zij zeggen klopt niet. Begrijp ik dat goed? Misschien de waarheid, maar niet de hele waarheid. Het is niet de hele waarheid, oké. Okay. Ja. En is er één vraag voor iemand? Nou nee, het was meer een, opmerking. Meer een opmerking. Oké, okay, ja. Nou bij deze, dank u wel. En hiervoor de laatste vraag, voor wij naar het volgende onderwerp gaan. Ik ben Arabella Boscher en ik werk als vooruitschrift voor Post in Den Haag van 14 natuur- en milieuorganisaties. En ik heb een vraag aan de heer Gerbrandy. Want we hebben inderdaad pas geleden in de media kunnen lezen dat VVD en D66 regelmatig hetzelfde stemmen in het Europees Parlement. En als het nu gaat om natural capital accounting en het eigenlijk waar we het net allemaal over hadden, waar u dus waar D66 graag in meegaat. Hoe kunt u de VVD hierin meekrijgen, denkt u? Kan dat? En ja, hoe gaat u dat doen? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet precies weet hoe de VVD op 15 april hierover gestemd heeft. Het is ook moeilijk bij de VVD, want ze waren met z'n drieën, nu nog met z'n tweeën. En die willen dan ook met z'n tweeën nog wel eens verschillend stemmen. Dus wie tel je dan het zwaarste? Mijn ervaring is wel van de afgelopen 5 jaar. En ik heb ontzettend veel voor natuur gedaan de afgelopen jaren. Dat helaas de VVD niet altijd meekwam. En wat ik ontzettend jammer vind van de VVD, en ik vind het gewoon ook echt stom van ze, is dat zij de economische relevantie van duurzaamheid gewoon niet begrijpen of weigeren te begrijpen. Maar toch zit u samen in één fractie in Europa. Dus ja. De vraag is, hoe krijgt u ze mee? Nou ja, ik probeer ze te overtuigen. En ik ben heel erg benieuwd welke VVD'ers er dadelijk collega's van mij worden. Want dat is ook van belang. En dan hoop ik dat ik ze mee kan krijgen. Maar op natuurgebied heb ik over het algemeen een heel groot deel van mijn liberale fractie meegekregen. Maar ik weet echt niet of dat elke keer ook de VVD'ers is geweest. Dat wou meneer Wesselius ook even toevoegen. Ja. En meneer Eickhout zag ik ook nog even popelen. Ja, volgens mij de liberale fractie heeft een beetje die twee poten van D66 en VVD. Dus je hebt ook nog de FDP, de Duitsers. Nou, dat is ook echt gewoon altijd een VVD-lijn. Dus op dit soort fronten is die liberale fractie gewoon totaal verdeeld. Dat moet je met me eens zijn, Gerben-Jan. Ik volkom met je eens. Ja. Progressieve deel is dan nog wel groter dan de hele groene. Dat is een feitelijke onjuistheid, want de groenen bestaan uit 58 en dat haalt het progressieve liberale gedeelte helaas niet. Tel maar na. Maar laten we dan even het punt kijken wanneer de liberalen helemaal afhaken, want dat is dan wel van interessant. Want we hebben het nu eigenlijk alleen maar over rapporteren, transparantie. Dat is eigenlijk een punt waarin liberalen altijd nog wel in meegaan. Maar de volgende stap is natuurlijk van, maar gaan we ook in de beprijzing iets doen? En gaan we dan op een gegeven moment ook echt de vervuilende producten, die willen we niet meer. Nou, dan haakt echt de hele liberale fractie af. Want bijvoorbeeld over een hele discussie over beprijzing, als we het hebben over vlees eten en dat soort thema's. Nou, dat zijn echt nog grote taboes in het Europees Parlement, omdat eigenlijk de hele rechterflank van het Europees Parlement daar niets van wil hebben. Dus dat is ook alweer, dit voorbeeld gaat heel erg over rapporteren en transparantie. En eigenlijk hoor je dat ook wel, dat er een geloof is dat de consument alleen maar op rapporteren de stappen zal zetten. Nou ja, daar geloof ik dus echt niet in. Dan zul je op een gegeven moment echt met hele duidelijke prijsprikkels moeten komen. En de echt vervuilende producten zul je gewoon echt moeten verbieden. Dat soort vervolgstappen, daar is helaas nog echt geen meerderheid voor. Nee, en ook dus niet binnen de liberale fractie. Zeker niet bij de liberalen. En gewoon niet tot slot. Wij hebben zelf voorgesteld om bijvoorbeeld voor vlees BTW weer omhoog te gooien. Dus en hoe lag dat in de liberale fractie? Ja, nee, dat is nationaal. Dat doe je niet Europees. Dus daarin is D66 misschien een uitzondering bij binnen de liberale fractie. Want heeft u het Europees ook geprobeerd voor te stellen? Nee. Hebben het geprobeerd. Omdat dat geen zin heeft? Dat heeft totaal geen zin. Nee. Nee. Okay. Goed, hartelijk dank. Meneer Hoekemeijer, over vlees? Misschien als uitsmijter nog wat ik in mijn afgelopen 10 jaar strijd binnen een bedrijf heb gevoerd, wat ik geleerd heb.
is op het moment dat je gaat praten over verbieden, dan heb je niet veel mensen mee. Nee. Dus op het moment dat je gaat praten over we gaan waarde toevoegen en we gaan innovaties, gaan we het zelf wel uitfaseren, dan heb je denk ik een veel groter deel en je bereikt volgens mij hetzelfde. Goed, dank. U mag gaan zitten, dank u wel. Ik wilde gaan naar het tweede onderwerp. Dat is het bouwen met natuur. En ook hier is een filmpje van Natuurmonumenten. Hey, John gaat niet ook hier over. Veelzijdig type, ja. Veelzijdig type die John. Hè? Ja, daar is hij. Duco en Pien, een stelletje zilverplevieren, overwinteren in het warme West-Afrika. Na de winter vertrekken ze naar het noorden van Scandinavië om te broeden. Die reis is lang en zwaar. Broodmager en uitgeput vinden ze halverwege een gigantisch wegrestaurant. Onze Oosterschelde. Hier is volop eten te vinden om bij te tanken. Bij laag water is het op de zandplaten een drukte van je welste. Veel vogels vinden er hun voedsel en zeehonden zogen er hun jongen. En ook onder water bruist het van het leven. Maar door de aanleg van de deltawerken is er minder stroming in het water. Hierdoor verdwijnen langzaamaan waardevolle zandplaten. Straks is er geen ruimte meer voor vogels en zeehonden. Voor Duco, Pien en duizenden andere vogels betekent dit dat ze de reis naar hun broedgebied niet halen. Helaas is er ook meer onderhoud nodig aan de dijken, omdat de zandplaten en schoren het water niet meer afremmen. Gelukkig is er een slimme oplossing die én de natuur helpt én de dijken ontziet. Het ophogen van zandplaten. Bij de Oesterdam, helemaal in het zuidoosten van de Oosterschelde, laten Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zien dat dit werkt. Goed voor de natuur en zo blijft de Oesterdam beter beschermd. Maar we zijn er nog niet. Voor het behoud van de Oosterschelde is het belangrijk dat ook andere platen in de toekomst opgehoogd worden. Alleen zo zal dit prachtige natuurgebied duurzaam mooi blijven. Duco en Pien, de twee vogels, echte 2014 namen denk ik voor vogels. Wij gaan hier zo over verder spreken, over dit project, maar misschien ook wel over andere projecten en wat de overheid daarmee zou moeten en kunnen. Ik wilde eerst het woord geven aan Bianca Nijhoff. Zij is van Arcadis en zij gaat nader op dit thema in. Bianca. Goedemiddag. Ja, bouwen met de natuur. Af en toe zal ik de Engelse en de Nederlandse term door elkaar gebruiken. Excuses daarvoor. Bouwen met natuur, zoals we net zagen, zandsuppleties is een belangrijk onderdeel daarin. In plaats van dijkverzwaringen proberen we met natuurlijke structuren, eigenlijk dingen die de natuur ons biedt, hetzelfde te bewerkstelligen. Veiligheid in dit geval. Het is een heel Nederlands thema. Buiten Europa zien we vaak dat mangroven gebruikt worden om veiligheid te garanderen. En dat op zich een andere manier van het bouwen met natuur. Dit in tegenstelling. Net voor de bijeenkomst sprak ik met Frank nog even kort van Heijmans. In tegenstelling tot natuur inclusief bouwen. Ik wil het verschil even duidelijk aangeven. Natuur inclusief bouwen betekent dat jij als bedrijf, wanneer je geen economische waarde hebt, zeg maar, aan het bouwen met natuur, zoals bijvoorbeeld een baggeraar die werkelijk met natuur bouwt en economische waarde heeft, heeft een bedrijf als Heijmans die waarde niet. Dat zij met veel van hun activiteiten een impact hebben op de natuur. En dat, dan zou je, als je rekening houdt met de natuur, het meer op natuur inclusief bouwen moeten houden. Maar we hebben het hier in dit geval specifiek over het bouwen met natuur. Dus wat kun jij, wat kan de natuur ons als mens leveren? En hoe kun jij daar ook als bijvoorbeeld een baggeraar met sedimentatie, zeg maar, dat bewerkstelligen? Dus dat is het bouwen met natuur. Hoe staan wij daar als Arcadis in? We zijn dus een groot engineering- en consultancybedrijf. Wij adviseren, wij helpen onze klanten. We deden dat vaak met hele traditionele engineering-oplossingen. Maar proberen dat nu steeds meer met medeneming van wat kunnen we met oplossingen waarbij we veel integraler gaan kijken. Waarbij we niet heel mono-gericht, zeg maar, kijken op hoe kunnen we die veiligheid oplossen. Maar zijn er nog andere manieren om die veiligheid op te lossen? En kun je dat op een veel integralere manier doen? Dat is een van de redenen dat wij ook als Arcadis in het partnership van EcoShape zijn gestapt. Waarbij een consortium waarbij het idee is,
om gezamenlijkheid in een vertrouwde omgeving met verschillende partijen, overheden, kennisinstellingen en bedrijven na te denken over hoe kun je het concept van bouwen met natuur meer onder de aandacht brengen en meer gebruiken. Waarbij we ook eigenlijk een aantal kennisgebieden integreren. Groen, de natuur, integreren met het kennisgebied water, het kennisgebied zand en sediment. Maar zeker ook, we hebben net de hele discussie gehad over natural capital, zeker ook met de kostenbatenanalyses. Wat levert het je op? Ik ben zelf ook gedetacheerd geweest bij een groot project wat ging over dijkverzwaringen. Daar werd ook gekeken naar hoe kun je iets oplossen met een standaard dijkverzwaring. Wat kost dat? Wat kost dat ook op de lange termijn? Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn. Stel met de op handen zijnde klimaatverandering, waarbij je je oplossing misschien op de langere termijn zou moeten aanpassen. Moet je dan gaan voor die echte technische, traditionele engineering oplossing? Of kun je dat misschien veel beter met een bouwen met natuuroplossingen doen, die ook veel flexibeler is en veel veerkrachtiger? Maar vaak wel op een veel langere termijn moet je je kostenbatenanalyse gaan doen. Wat voor kansen zien wij? Ik noemde dus klimaatadaptatie al. Wij zien daar echt hele grote kansen. Het is een groot probleem richting de toekomst. Maar juist de flexibiliteit en de veerkracht die natuurlijke oplossingen je bieden, kunnen ook met het klimaatadaptatieprobleem, wat eigenlijk wereldwijd speelt, een hele goede oplossing bieden. Recent is de natuurvisie uitgekomen in Nederland weliswaar. Wie weet wat er ooit in Europa gaat komen? Misschien ook een mooie vraag. Met als doel de natuur midden in de maatschappij te zetten. Bouwen met natuur zet je het midden mee in de maatschappij. De link met natural capital. Ik wil ook het thema no net loss hierin noemen. Bedrijven die een verantwoordelijkheid zien, maar ook inderdaad in het natuurlijk kapitaal. Hoe kun je door gebruik te maken van oplossingen die de natuur ons biedt, of hoe kun je oplossingen zo maken dat je ook extra natuur creëert als bedrijf, of in ieder geval het compenseert. Misschien zijn daar ook mogelijkheden om met bouwen met de natuur aan de slag te gaan. In ieder geval bedrijven, anders dan alleen de bouwbedrijven en de engineeringbureaus, daar in ieder geval in te triggeren. Wat voor uitdagingen en hindernissen zie ik dan nog? Zeker in de huidige wet en regelgeving zie ik daar nog wel uitdagingen. Vaak zijn als je verbouwen met natuuroplossingen kiest, zijn daar zeker nog wel beperkingen. Daar zie ik wel een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Kun je buiten traditionele kaders stappen? Kun je innovatieve oplossingen in projecten werkelijk een plaats geven? En kun je ze voldoende financieren? Zijn dat toevallige financieringen die via de postcode loterij tot stand komen? Of kun je nog andere financieringsmodellen verzinnen, bijvoorbeeld via verzekeraars of op een andere manier? Zit er ergens anders een trigger waarmee je bouwen met natuuroplossingen los kunt krijgen? De stelling was volgens mij dat bouwen met natuur heeft zowel economisch gezien als maatschappelijk gezien voordelen. Maatschappelijk gezien mogen die wel volgens mij heel erg duidelijk zijn. Je integreert verschillende disciplines. Je kijkt multifunctioneel naar een gebied. Niet alleen naar natuur, niet alleen naar veiligheid, ook recreatie en dergelijke zitten erin. Maar de uitdaging zit hem wat mij betreft in, kunnen we het ook werkelijk financieel ook rondkrijgen? Dan moet je over een langere periode gaan krijgen. Hebben we dat lef met z'n allen om niet over 1 of 2 jaar te kijken, maar over een langere tijd? En kunnen we de wet en regelgeving op zo'n manier inrichten dat ook de innovatieve oplossingen die bouwen met natuur toch heel vaak zijn, dat die een kans gaan krijgen? Een laatste punt. Governance, het samenwerken van verschillende partijen, overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven. Dat is vaak nog een onderbelicht aspect. Je merkt dat in heel veel processen dat vast later wordt opgepikt. Kunnen we het voor elkaar krijgen met z'n allen om dat in een eerder stadium in projecten vlot te trekken? Met z'n allen, samen. En het gezamenlijke doel, we willen dat samen, kunnen we het ook samen mogelijk maken. Hartelijk dank. Bianca Nijhoff, dank u wel. Ik heb er zelf 2 vragen bij. Is bouw met natuur per definitie duurder op de korte termijn, omdat u zo op de financiering ingaat? Nee, maar het hele governance proces neemt vaak wat meer tijd in beslag. En we hebben met z'n allen toch heel erg de neiging om vrij snel stappen te willen zetten en helder te willen hebben wat het resultaat is.
Dus ik denk dat daar gaat meer tijd in zitten. En sommige bouwen met natuurprojecten kun je in een eerste stap, bijvoorbeeld met heel veel met zandmotor of het zand sublimeren. Op het moment dat jij daar zand overheen gooit, heb je in eerste instantie wel een effect op de natuur, een impact op de natuur. Daar zul je toch enige tijd geduld moeten hebben voordat je dat gaat zien. Dus dat soort processen. Ja, dus dat het vraagt is niet alleen geld, maar ook geduld eigenlijk. Het geld en ook de natuurwaarde die je creëert, dat kan enige tijd in beslag nemen voordat die ook werkelijk aanwezig is. En u noemde de verzekeraar. Zou die kunnen investeren met de gedachte dat er daardoor minder schade ontstaat en ze niet hoeft te betalen bij schade? Of wat is de reden dat u de verzekeraars noemt? Ik zei dat in Amerika, omdat wij daar vanuit elkaar dus ook redelijk veel werk doen, met in gedachte de stormen die daar ter plekke hebben plaatsgevonden. En dat men nu aan het kijken is naar hoe kunnen we dat met natuurlijke oplossingen voorkomen in de toekomst. Je ziet dat op meerdere plekken in de wereld bepaalde locaties gewoon nog onvoldoende beschermd zijn. En de verzekeringspremies hartstikke hoog zijn. Terwijl een verzekeraar ook een baat bij zou hebben dat er geen schade ontstaat. Ja, oké, nee, dan is dat helder. Dank. Ja. Wou ik naar mevrouw van der Schee. Als u dit verhaal hoort, zijn er dingen te bedenken waardoor het soepeler kan gaan met die grote projecten? Vanuit de overheid, vanuit de politiek? Ja, nou, ik wil nog even terug op een collega van de SP die zei van nog nooit van deze termen gehoord. Nou, ik was ook een van hen en hier, dus ik ben me ook in gaan verdiepen. En ik dacht, hoe kunnen we hierover gaan debatteren? Want wie kan het hiermee oneens zijn? Dat was mijn eerste reactie. Omdat het gaat over logisch nadenken, innovatie, efficiënter werken, duurzamer. Dus ja, en misschien ik ook was duurder. Verrast. En dan is de vraag, bij wie leg je de rekening neer? Ja, maar wat ik uit de literatuur begrepen, ik kan helaas niet uit de praktijk spreken, is dat het juist vaak niet duurder is. Maar inderdaad, het is vooral de regelgeving. Maar ik denk dat mijn collega's van GroenLinks D60 daar zo nog wel van alles over kunnen gaan zeggen. Dus ik ben een groot voorstander en ik denk dat logisch nadenken, laten we gewoon ook als met aanbestedingen, als overheden op lokaal, provinciaal, nationaal niveau, ja, logisch nadenken dat dit gewoon het beste is voor onze maatschappij, voor de natuur, ja, voor iedereen. En als dus, je dan ook hier bij de aanbesteding komt, moet je bijvoorbeeld een aanbestedingsladder maken hiervoor en dat je strafpunten krijgt als je een voorstel doet wat niet bouw met natuur inhoudt? Ja, nou, ik wil niet zo ook in details treden, maar ChristenUnie-SP is altijd voor het belonen van goed gedrag en het afstraffen van vervuilende en niet duurzame praktijken. Maar dus zou het wel een rol moeten spelen bij aanbesteding ook hier, vindt u? Ik denk wel, absoluut, ja. En als je Europese subsidies aan een project verbindt, ook nou, hiervan afhankelijk zijn, maken? Denk ik, ja. Kijken of er inderdaad geen discussie over is, mevrouw Goudappel? Nee, ik denk niet dat daar heel veel discussie over mogelijk is. Het zijn ook de twee stellingen zijn ook met elkaar zeg maar in direct verband. Hè. Dat is toch wel een basis voor dezelfde concepten. Het betekent wel dat, hè, laten we ervan uitgaan, het filmpje, het voorbeeld, de Oosterschelde. Het is heel helder, we willen allemaal droge voeten. Maar als we dan bedrijven daarna laten kijken, de overheid alleen maar laten kijken van hoe zorgen we ervoor dat die dijken hoger zijn, zonder daarbij rekening te houden met andere dingen dan alleen de technische aspecten van die dijken. Ja, dat stadium zijn we denk ik een jaar of 50 voorbij. En dat betekent dat je kunt zeggen dat dit voor de maatschappij belangrijk, maar natuurlijk ook op de lange termijn economisch. Als mensen niet overtuigd worden van alleen het maatschappelijk belang, ja, dan leggen we ook het economisch belang maar uit. Maar eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn. Maar als je kijkt naar de marker Wadden, daar wordt nog geld gezocht bijvoorbeeld. Ja. Wat zou de politiek daar nou aan kunnen doen dat daar geld voor komt? Ja. Ja, want het is in belang van de veiligheid, van de natuur, misschien ook wel economie. Ongetwijfeld zeker economie. Ook iets economisch zal er ook vast iets te bedenken zijn. Nou ja, de visserij bijvoorbeeld. Ja, daarom zit en wat daar verder allemaal aan samenhangt van indirecte voordelen. Maar wat zou je daaraan kunnen doen? Je kunt meerdere dingen doen. Je kunt inderdaad zeggen subsidie. Maar je kunt ook stimuleringsmaatregelen, waardoor bedrijven die er economisch voordeel aan zouden kunnen hebben, daar zelf ook in zouden kunnen gaan investeren. Dus dat is en dat kan zowel nationaal, maar dat kan ook Europees. Ja, meneer Eickhout, is het zo zonnig allemaal? Nee, het is altijd wel fascinerend bij verkiezingsdebatten. Dan hoor je ineens iedereen een GroenLinks-programma voorlezen. Dat je denkt, waarom gaat dat nou toch in de werkelijkheid anders? En volgens mij komt het door twee hele simpele punten. Ten eerste
wordt heel vaak dit soort bestedingen worden gezien als natuur alleen, natuurbesteding. En zoals wij weten is er gigantisch, ook in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa, op natuurbehoud, natuurontwikkeling, is er gigantisch gekort. Aan alle kanten, vorige regering en deze regering, zet dat een beetje recht, maar ook nog niet zo heel veel denderend. Daar zit dus al probleem 1 in. En dat geldt ook op het Europese... En dat zegt u ook rechtstreeks aan de Partij van de Arbeid. Ja, ja, ook al is er iets van herstel. Dat is onze inbreng. Er zijn twee partijen in de regering helaas. Ja. Dat ja. opzicht, ja. Nee, dus, maar dan zie, je dus, dan zie je dus dat er uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, wordt er niet voor deze manier gekozen. Dat geldt ook Europees. Europees, als je gaat kijken naar waar je een mogelijkheid zou hebben om eigenlijk het geld slim in te zetten, dan is dat wel structuurfondsen. Structuurfondsen is een van de grote budgetpotten van de EU. Dat zetten wij uit, met name in de armere regio's, om daar infrastructuur te ontwikkelen. En 3 keer raden hoe dan in die structuurfondsenhoek van het EP, want dat is ook altijd, het is, en dan ga je naar de Milieucommissie en dan zeggen al die mensen, ja, dan moet je natuurlijk in samenhang met natuur, prachtig. En dan maar wordt vervolgens, er uiteindelijk op prijs gekozen. Vervolgens uit diezelfde fractie zitten onderhandelaars gewoon bij de structuurfondsen en die zitten alleen maar aan te denken aan gewoon asfalt, beton, dat moet er neergelegd worden. Dus dan hebben ze het echt totaal niet over natuur. Dus het hele idee van bouwen met natuur, dat je dat internaliseert in je hele bouwproces, dat valt totaal weg op het moment dat je in de hoek komt van de structuurfondsmensen, van met name de grotere fracties. Dus u zou ervoor zijn om zo'n aanbesteding... Nou, het is niet eens aanbesteding. Dit is eigenlijk gewoon het geven van subsidie, dat je afhankelijk maakt, dat je wel natuur... Nou, wij als Groenen proberen altijd onze visie, zeg maar, in al die sectoren te krijgen, maar dan merk je dat je in die hoek heel erg alleen staat. Dus in de Milieucommissie heb je ineens allemaal vrienden en dan vervolgens kom je in die structuurfondsencommissie en dan ben je nog de enige. En die maken uiteindelijk de besluiten. Dus dat is het fascinerende waar het volgens mij misgaat. Tweede punt, en dat is echt de kortzichtigheid van een hele hoop beleidsmakers die eigenlijk alleen maar wakker worden op het moment van als het misgaat. En dan moet er iets heel snel gebeuren. Het was een mooiste voorbeeld was natuurlijk met de Britten. De Britten hebben gigantische overstroming gehad deze winter, dit voorjaar. Toen kwam de BBC ook bij mij, want die dachten een Groene en een Nederlander, die weet wel iets van water. Ja, media, die zijn soms heel direct. Dat is wel makkelijk, want toen kon ik dus uitleggen dat wat hun grootste zorg was, hoe kunnen wij zo snel mogelijk pompen aanleggen om dat water weg te pompen? Want dat snap ik wel, dat op dat moment de natte voet het meest direct is. Maar toen begon ik heel erg, ja, dat is prima. Maar het probleem zit veel meer in jullie infrastructuur, waarin jullie eigenlijk rivieren als een soort snelbaan hebben aangelegd, waardoor als het misgaat, inderdaad alles in die dorpen neerkomt. En toen zag je echt die man van de BBC ook helemaal kijken van, en hoe doen jullie dat? Toen zei ik, nou, in Nederland hebben we daar bijvoorbeeld een watercommissaris. Nou, dat was al baanbrekend. Het idee dat je vooruit gaat kijken met iemand die nu al een aantal jaar vooruit denkt hoe je het beleid moet doen. Dus men denkt er pas over na als het misgaat. Als het misgaat. En dan moet het snel gebeuren. En dan heeft men eigenlijk geen tijd of geld in een wat bredere oplossing. Ja, en de vraag is, moet je dat geld aan die bredere oplossing uitgeven? Of misschien nog een stap terug aan helemaal preventie van de klimaatverandering? Want je kan iedere euro natuurlijk maar 1 keer uitgeven. Kiest u er dan voor om het uit te geven aan de preventie? Of aan het, nu het probleem er toch al is, het met natuur bouwen? Helaas zijn we die discussie voorbij. Als je me deze vraag 10 jaar geleden had gezegd, nou laten we het vooral op preventie inzetten. Maar die discussie zijn we al voorbij. Dus je zult verdere effecten van klimaatverandering met preventie moeten investeren. Maar we komen niet weg van adaptatiemaatregelen. Daar zullen we ook in moeten investeren. Als je gaat kijken wat voor klimaatverandering er eigenlijk in de pijplijn zit, dan zullen we daar absoluut rekening mee moeten gaan houden. Dus het idee dat we het een of het ander... Dat moment is gepasseerd. Ja, helaas, ja. Ik wou naar meneer Groting van het CDA. Vindt u bij die structuurfondsen bijvoorbeeld dat daar veel meer gekeken moet worden naar het bouwen met natuur in plaats van het goedkoopste asfalt ergens in Oost-Europa neerleggen? Nou, ik kan zeggen, ja, natuurlijk, ja. Maar ik weet ook wat Bas ook schetst. De politieke werkelijkheid is bij dit soort discussies dat wij erg voor de troepen uitmarcheren, Europees. Als Nederland, bedoelt u? Ja, maar als zelfs de Engelsen met open ogen staan te kijken naar Bas en zeggen, Bas, waar heb je het over? Dan heb je dus zelfs tussen Nederland en Engeland een enorme afstand als het gaat over bewustzijn, lange termijn, planning, als het gaat over onze natuurlijke omgeving. Dus u zegt wel... Ja, dat kan ook. Nee, maar even, want dat is wel iets, want ik heb 8 jaar geleden, heb ik een paar jaar de globalisering mogen bestuderen. En dit soort concepten, ook het eerste concept van dat natural accounting en dit, kwamen af en toe terug. Maar dat waren een soort van, dat was een piepkleine niche in de wetenschap, die zeiden van dit moet er gebeuren. En het feit dat er op het vorige onderwerp een richtlijn is aangenomen, is al heel snel, vind ik, als het gaat over hoe snel kom je tot het
de meer supranationale governance. Maar gaat het CDA zich inzetten voor een richtlijn op dit gebied? Ik denk dat hiervoor zal vooral onder de streep de oplossing moeten komen. Want klimaatadaptatie, dat is zo'n grote muur die op ons afkomt, dat nooit in zijn geheel alleen door de overheid gefinancierd kan worden. Maar wat bedoelt u dan met onder de streep? Nou, dat bedrijven zien dat het zin heeft. En dat ze er, net als weer met die accounting, dat ze zien dat het bouwen met de natuur op de lange termijn goedkoper is en effectiever. En dat ze daarmee ook een business case hebben. Maar waarom zou het voor bedrijven op termijn goedkoper zijn? Ja, als ze naar de maatschappij kijken, maar als alles aandeelhouders erover gaan, dan zien die dat misschien anders. Dat begrijp ik, maar op het moment dat de zaken gebouwd moeten worden, dan kunnen we altijd Rijkswaterstaat sturen, maar we kunnen ook bouwbedrijven sturen. En dat gebeurt, en ik heb het niet alleen over Nederland, want het klimaatprobleem is ik denk dat wij zijn al heel ver wat dat betreft. En de echte rampen die staan te gebeuren in andere plekken op de wereld, die zullen vragen en die zullen ons dwingen om veel meer rekening te houden met die natuurlijke omgeving. Ja, maar u zegt bedrijven erbij betrekken, maar die krijgen natuurlijk een prikkel op het moment dat je subsidies van Europa afhankelijk stelt van de manier van bouwen of bijvoorbeeld de opdrachten. Ja, nou, ik heb mijn ervaring met structuurfondsen en prikkels, die is niet heel denderend. Dus dan is het maar gewoon fingers crossed dat de bedrijven. Nee. Ik heb veel meer fiducie in wat Europa nu doet op het gebied van onderzoek financieren. En ik denk dat je veel meer de vooruitgang op het gebied van hoe wij met water omgaan bijvoorbeeld. Dus dat je innovatie moet stimuleren. En daar zetten wij ook heel erg op in. Ook in het kader van de structuurfondsen trouwens, Bas. Ja, meneer Wesselius, de SP is niet voor alles uit Europa, hè? Nee, kleine dingetjes. Dus dat was bij mij ook steeds de vraag tijdens de hele inleiding van waar komt Europa precies kijken. Ziet u een rol voor Europa? Ik zie wel een rol voor Europa in de zin dat als je bepaalde fondsen hebt, bijvoorbeeld een LIFE-programma, je zou ook kunnen denken aan een Europees fonds om de klimaatproblematiek, wat inderdaad een lange termijn probleem is wat op ons afkomt, dat je daar met z'n allen geld voor reserveert. Dat lijkt me een goed idee. We hebben op het moment gaat er ontzettend veel geld naar de traditionele landbouw. Er zou ontzettend veel in het Europese budget geschoven kunnen worden. En dan hoeven we uiteindelijk misschien nog zelfs minder te betalen dan op het moment aan Europa. Dus dat lijkt me alleen maar een win-win situatie. Maar wij zullen zeker niet altijd zeggen, ik denk dat heel veel van die oplossingen, die spelen zich af op nationaal niveau. Die dingen in de Oosterschelde, dat moeten we vooral gaan doen in Nederland. En ik denk niet dat we dan geld moeten gaan rondpompen, want dat geld komt voor een deel ook weer uit Nederland. Dat we daar per se die Europese omweg voor nodig hebben. Maar we moeten gewoon zorgen dat in Nederland geld komt om die Nederlandse problemen op te lossen. Maar als we collectief bijvoorbeeld nieuwe methodes willen ontwikkelen als Europa, dan denk ik dat je daar geld voor moet uittrekken. Ja, en dan denkt u aan landbouwsubsidies bijvoorbeeld. Om daar wat weg te halen, ja. En het CDA zou dat steunen? Ja, wij hebben meegewerkt aan de vergroening van het landbouwbeleid de laatste jaren. Ja, en het. Nee, maar het is natuurlijk. Dat was wat jullie greenwashing hadden. Die krijgt u zo nog wel terug, vermoed ik. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik moet zo weg. Dus nee, maar het is wel heel dubbel natuurlijk van de SP om te zeggen, ja, nee, natuurlijk moet Europa daar meer in doen. En ze roepen 9 van de 10 dagen dat Europa kleiner moet en minder moet. Ja, en dan op het moment... Heel duidelijk op. Ja, maar het is toch evident dat die klimaatproblematiek een supranationale aanpak behoeft. En ook als het gaat over onderzoek financieren en ook als het gaat over oplossingen vinden. Maar nog even terug naar de vraag. Landbouwsubsidies verschuiven naar innovatie op het gebied van bouw met natuur? De misvatting is dat landbouwgeld en dat bedrijven, boerenbedrijven geen innovaties doorvoeren. Dat is echt een complete onzin. De innovatie in de landbouw komt 9 van de 10 keer uit de boerenbedrijven zelf, omdat die willen dat het beter gaat. Mevrouw Hazekamp. Het is voor u mooi om daarop te reageren, denk ik. Ja, heel goed, want die innovatie die is er wel, maar op hele kleine schaal. Wat we vooral zien is meer, veel meer van hetzelfde. We zien veel meer grote stallen. Gewoon dezelfde stallen als voor die tijd ook werden gebouwd. En natuurlijk zijn er hele kleine stapjes die soms verbeteringen opleveren voor het klimaat.
Maar het blijft nog steeds een feit dat de veehouderij bijvoorbeeld, zelfs in Nederland, een van de grootste veroorzakers is van het broeikaseffect. En als we dan even naar het bouwen met natuur gaan, ziet u daar een rol voor nou, Europa? Nou, wat we nu zien is, we hoorden het met name in het eerste deel van het CDA bijvoorbeeld. Die zei van ja, boeren die doen heel veel aan de ontwikkeling van natuur. Ja, dan zie je dus dat er landbouwsubsidies worden gebruikt om ergens een akkerrand neer te leggen met subsidie. Op zich mooi, mooie aanvulling op het natuurbeleid. Maar als dan vervolgens de distels weer doodgespoten mogen worden met gif, ja, dan heeft dat weinig zin. Dan ga je dus eerst geld pompen in een systeem om bloemetjes en bijtjes te helpen en vervolgens maak je ze weer dood. Dat werkt dus niet. En wat we hebben gezien in Nederland is dat het natuurbeleid gewoon zijn oren steeds naar die, met name de sector, de agrarische sector en de industrie laat hangen. En dat zien we, we hoorden net zeggen van ja, dat lijkt wel in verkiezingstijd alsof iedereen GroenLinks programma heeft verteld. Maar GroenLinks was voor in het tijdperk Bleker, waren ze binnen 24 uur, waren ze het over eens. Dat is een overeenkomst gesloten hier met de VVD, met het CDA en met alle andere partijen. Dus zo makkelijk kan dat dan gaan. En natuurlijk werd er toen iets meer geïnvesteerd in de natuur. Maar dat is dan de natuur als we de visie moeten geloven die ook in wegbermen staat, die ook in tuintjes staat. Dat is niet de natuur die wij bedoelen. Oké, nou ik wil even terug naar het bouwen met natuur. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar meneer Gerbrandy, zie Mr. Europe misschien wel in het gezelschap. Tenminste, dat wordt vaak over D66 gezegd. Ziet u hier een rol voor Europa of zegt u regelt het vooral goed op nationaal niveau en met de bedrijven en de postcode loterij? Ik zie zeker mogelijkheden voor Europa. Allereerst vind ik het heel raar dat we dit überhaupt nog steeds moeten bespreken. Want het is al 20, 30 jaar worden er over de hele wereld wordt gewoon bewezen dat dit uiteindelijk ook de veel goedkopere methode is. De ruimte voor de rivieren in Nederland. Er is een beroemd voorbeeld uit de jaren 90 in New York City waar ze nieuwe waterzuivering nodig hadden. Was de keuze $10 miljard investeren in waterzuivering. Toen kwam er een slim iemand die zei van nou, als wij die Catskill Mountains, als we daar de ecosystemen herstellen voor een tiende van het bedrag, dan zijn we veel goedkoper uit. En dan hoeven we ook die $250 miljoen per jaar niet te betalen, want dat doet dan de natuur. Toch wordt er niet altijd voor gekozen. Nee, dus daarom is dat in Europa niet. Ja, daarom is dat heel vreemd. En daarom moeten vooral bij verkeer en waterstaat en bij economische zaken enzovoort, moeten we gewoon eens wat hoofden heel hard tegen elkaar aanknallen. Van jongens, kom op. Want zit kijk daar nou het probleem dat die ministeries allemaal zeggen, betaal jij het maar, betaal jij het maar? Ja, maar Bianca zei nog iets anders tussen neus en lippen. Wat heel belangrijk is, dat was het no-net-loss-principe. Dat is iets waar ik in Europa ontzettend hard voor gestreden heb. Dat is daardoor ook in de biodiversiteitsstrategie terechtgekomen. Zelfs de lidstaten, ik weet niet eens of ze het doorhadden, maar ze hebben dat onderschreven. En de Europese Commissie is nu bezig om dat principe uit te werken. Dat moet het komend jaar moet dat uitgewerkt zijn. Dat betekent dat er netto geen natuur meer verloren mag gaan. En dat is natuurlijk een fantastisch en heel vergaand principe. En dat moeten we ook Europees doen. Lukt dat, dan hebben we een mega stap gezet in het behouden van de natuur. Want dat betekent niet alleen maar dat bedrijven moeten compenseren als ze wel schade aanbrengen, maar vooral dat ze dus in hun plannen rekening gaan houden met de enorme kosten die compensatie met zich meebrengen. En moet de dus overheid, gaan ze natuur inclusief bouwen. En moet de overheid als grote opdrachtgever van veel projecten dat dan ook automatisch gaan doen, omdat ze die doelstelling anders niet halen? Nee, ik vind dat gewoon in een Europese wet verankerd moet worden. Dat no-net-loss principe. En dat is een van mijn grote doelen voor de 5 jaar, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Mag ik tot slot nog één opmerking, hè? Want als je het over dit technische onderwerp hebt, dan wordt het bijna apolitiek. We begonnen met die plevieren die vanuit Afrika uiteindelijk naar Scandinavië gaan. Wij gaan geen zandbanken in de Oosterschelde leggen omdat we die zo mooi vinden. Nee, dat doen we voor die plevieren. Precies hetzelfde is natuurlijk ook de Hetwiegepolder. En dan wordt het in één keer een stuk politieker. Want dan zijn een heleboel partijen die hier roepen van ja, prachtig, die plevieren, schitterend. En toen was het onaanvaardbaar dat wij een paar akkertjes onder water zouden zetten, juist voor dat enorme belang van die trekvogels. Dus ik wil het dan toch even wat politieker maken. Maak je technisch, dan wordt het apolitiek. Maar dat zijn de keuzes waar we voor staan. Ja. En dan geven sommige partijen helaas, nou ja, niet zomaar thuis. Kijkt u even naar het CDA ook tegen in deze? Ook ChristenUnie.
En de ChristenUnie, ja, laat ik naar mevrouw Van der Schee gaan. Ja, nou, wat ik kan zeggen voor de ChristenUnie SGP is dat wij de natuur en dierwelzijn, schepping ontzettend belangrijk vinden. En daar blijven wij ons sterk voor maken, hier in Nederland, en maar ook in Europa. Maar als het dan dicht bij de mensen komt en er ook belangen van bewoners bijvoorbeeld mee gaan spelen... Ja, kijk, wij zijn wel een realistische partij. Dat zeggen we altijd, net zoals... Bedoelt u D66 niet? Of? Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Maar wij vinden het wel belangrijk. Je moet breder kijken. Je moet gewoon holistisch naar problemen kijken. Dus je kunt niet... je hebt de belangen van de trekvogels... maar je hebt misschien ook belangen van de boer... waar die akkers dan onder water worden gezet. Maar ook van voor toerisme. Dus veiligheid, er speelt heel veel mee. Dus ik ga je niet zomaar roepen dat we alles voor... Dat durf ik niet hardop te zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat we bescherming van biodiversiteit erg belangrijk aan de telefoon heeft. Ja, maar dat is precies wat u bedoelt ook misschien, meneer Gerbrandy. Ja. En ik zag mevrouw Goudappel even haar wenkbrauwen fronsen. Ja, dat denk ik. Ik ben het daarmee eens. Want het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld... Als je kijkt naar die Hedwiggepolder. Het was een verdrag tussen Nederland en België. Een overeenkomst. En België heeft zijn deel gedaan. En de Hedwiggepolder, daar is voor het vooral het protest wordt gefinancierd door de eigenaar van de grond. Een Belg. En dat is natuurlijk ook, dat is een ander soort belang. Hoe zou je het kunnen oplossen dat er toch wordt gekozen voor de natuur? Als je dat graag wil, en dat roept iedereen, dat willen ze graag. Wijsheid is politiek, is beslissingen nemen. En dat is de knoop doorhakken. En ja, dan kun je allerlei maatregelen nemen om een boer te compenseren op dat moment, et cetera, et cetera. Maar er moet wel een besluit genomen worden. Ja, meneer Gotink? Ja. De vraag is, er moet gekozen worden. Maar hoe voorkom je, als iedereen roept, we willen voor de natuur kiezen. Hoe voorkom je dan dat je bij bepaalde praktische projecten uiteindelijk toch weer niet voor die natuur kiest? Ja, nee, maar ik denk uiteindelijk omdat je dus probeert inderdaad het algemene belang te dienen. En de plevieren die wegen heel zwaar, maar er zijn ook andere belangen die tegen elkaar afgewogen moeten worden. En die keuzes die zul je keer op keer moeten maken. Er zijn tientallen, honderden voorbeelden, lokaal, regionaal of nationaal, waar het CDA en ook de ChristenUnie wel die keuze maken. En in dit geval ging dat niet. Het komt erop neer dat je met z'n allen een stap kunt zetten. Want Bas en ook Gerben-Jan, je kunt strijden voor principes die belangrijk zijn. En daar zal iedereen in de eerste instantie van zeggen, ja, is goed. Maar als je dan niet die 380 stemmen kunt halen in het Europees Parlement, dan sta je daar met je principe. Ja, meneer Gerbrandy? Ja, dit is een beetje te makkelijk. Want ik heb de afgelopen jaren heel veel natuurdebatten gedaan. Ja. En dan heb je het over de biodiversiteitsstrategie voor de komende 10 jaar. Nou, je krijgt tranen in je ogen. Van uiterst links tot, oké, PVV niet, maar bijna uiterst rechts. Tranen in je ogen. De natuur staat aan de basis van ons leven. Het is het belangrijkste. Zonder natuur geen leven, enzovoorts. En diezelfde mensen, als je een week later over vergroening van het landbouwbeleid moet stemmen, dan zijn ze die prachtige woorden allemaal weer vergeten. Of een veel strakker visserijbeleid, waardoor we eens een keer stoppen met het leegvissen van die oceanen. En dat bedoel ik. Er zit in die natuurdiscussie zo verschrikkelijk veel hypocrisie. En daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Zeg dan gewoon van, ja, jongens, sorry, maar wij vinden die 3 aardappelakkertjes, die vinden we belangrijker dan 100.000 trekvogels. Zeg dat dan gewoon eerlijk, maar ga niet zeggen we ja, op andere terreinen doen we het weer wel. Het zijn de grote woorden aan de ene kant, maar als het er echt concreet op aankomt, dan zijn gewoon partijen als CDA, VVD, geven gewoon niet thuis. Die hebben dan gewoon lak aan natuur. En dat vind ik ontzettend jammer. Nou, dat is een beeld, dat is een beeld. Ik zag ze al zitten. Fans, dat waren uw fans. De fanclub. Die shirts mochten niet op. Nou, dat deden ze wel. Nee, maar even... Ik kan er voor een deel meegaan in je discussie. Dat gebeurt ook een beetje vanmiddag. We zijn allemaal voor die stellingen. Maar als het vervolgens concreet wordt, de kleine lettertjes... Dan wordt het een stuk ingewikkelder. En dat is de politieke keuze die straks gemaakt moet worden... door Europarlementariërs. De laatste jaren hebben wij vaker dan niet... aan jouw kant van de groene discussie gestaan. Als het ging om het stemmen...
voor biodiversiteit. Als het ging om stemmen, om natuurmaat. Ja, uiteindelijk, jullie drukken de EVP graag in die hoek. En een groot deel van die EVP, als je inderdaad bij Polen aankomt over deze discussies, zullen ze niet thuisgeven. Wij stemmen vaak tegen onze eigen fractie in voor de natuur en voor een groenere lijn. En het zou goed zijn dat jullie die meerderheid die daarmee ook tot stand komt, door de zogenaamde rebels in onze fractie, dat je die ook een beetje waardeert. Want de volgende keer hebben ze gewoon weer nodig. Ja, meneer Eickhout, is toch een waarschuwing. Wees wel een beetje voorzichtig met het CDA. Ja, wij zijn uitermate voorzichtig met het CDA natuurlijk. Dat is, wij doen ook aan goed rentmeesterschap met het CDA. Maar laten we wel wezen, wat er gebeurt heel vaak in het Europese parlement, zijn het bij de niet bindende wetgeving op biodiversiteit, dan wordt er inderdaad nog wel redelijk meegestemd. Ik bedoel, de biodiversiteitsstrategie waar Gerben-Jan het over had, is niet bindend. Daar moet nu de commissie, moet daar een wet van gaan maken. En je kan er vergif op innemen op het moment, als het bindende wetgeving wordt, dan is er niets over, ook niet van die rebellerende kant. Want je kan aan de ene kant heel mooi een biodiversiteitsstrategie omarmen. Als je vervolgens voor 7 jaar lang een landbouwbeleid instemt, wat eigenlijk die hele vergroening teniet doet, ja, wat is dan je biodiversiteitsstrategie op papier waard? Helemaal niets. En dat is echt als puntje bij paaltje komt. En ik heb altijd gewantrouwd zodra iemand gaat hebben over je moet er holistisch naar kijken. Denk het over het algemeen. Over de ChristenUnie. Ja, dat werd net gebruikt. Daar krijg ik een beetje uitslag van. Wat holistisch klinkt heel goed. Maar wat bedoel je er nou precies mee? Volgens mij wordt er juist niet holistisch gekeken. Er wordt namelijk heel erg naar deelbelangen gekeken. En er is altijd, waar je ook bent met natuur, is er een deelbelang in de samenleving die er tegenin zal gaan. En als de politieke partij bij elk concreet voorbeeld altijd weer gaat zwichten voor dat deelbelang, ja, dan zullen we er nooit komen. En dan al die mooie papieren ten spijt, dan gaat de biodiversiteit steeds verder achteruit, zoals we in heel Europa nog steeds zien gebeuren. En die trend een keer omkeren, en dan ook echt met het geld en het landbouwbeleid, wanneer het echt pijn doet, dan zou ik graag CDA aan die rebellerende kant willen zien. En ChristenUnie ook, die nu ook weer mooie woorden zitten. Maar in het Europees parlement zitten jullie met de Britse Tories. Ik kan je melden, die hebben hier helemaal niets mee. Nou, mag mevrouw Van der Scheen nog even kort op reageren? Nou, gelukkig zitten ChristenUnie en SGP ook in die fractie. En net zoals D66 behoorlijk wat mensen in hun eigen fractie moeten overtuigen, hebben wij daar inderdaad ook een grote taak liggen. Maar dat is ook iets wat ik nog zou willen meegeven. Wij zijn hier allemaal behoorlijk met elkaar eens vandaag. Dat kunnen we allemaal beamen of niet. Maar laten we ook na de verkiezingen samenwerking voortzetten. We zitten allemaal in verschillende fracties. We kunnen dat ook juist als een kracht zien. En proberen om elkaar daarin te versterken en te ondersteunen. Dat zou ik ook nog willen toevoegen dan. Okay. Want we kunnen elkaar wel heel leuk aanvallen, maar uiteindelijk komen we daar niet. En dan zijn jullie ook helaas misschien wel een minderheid in het Europese parlement. En misschien zijn die Tories door dat interview met de Britten wel inmiddels om. Je weet het niet. Bij de BBC. Ze hebben in ieder geval betere waterpompen aangeschaft. Goed, zo. Goed, dank. Ik wil zo naar de zaal gaan. Nog even aan mevrouw Nijhoff. Zegt u van, hey, er kan iets gaan gebeuren als deze mensen in het Europese parlement komen? Het wordt in ieder geval een levendige discussie, dat geloof ik zeker. Maar iets wat u graag ziet om het bouwen met natuur verder te helpen? Ik denk dat het gaat de goede kant op. Ik hoor in ieder geval goede initiatieven. Ik hoor ook goede kennis van zaken, wat mij ook aangenaam verrast. Dus daar ben ik heel blij om. Of het uiteindelijk ook werkelijk echt tot een concrete stimulering van het bouwen met natuur gaat komen, daar heb ik nog wel mijn twijfels over in hoeverre de daadkracht daar werkelijk voldoet. Ja, daar heb ik ook nog niet nog echt een Europese meerderheid voor gehoord. Ik wou naar de zaal. Zijn er over dit onderwerp vragen? Ik zie er één vooraan. Maas Grote, laten we even vooraan beginnen. Nee hoor. Ook jij niet. Wie heeft ervoor betaald? Even een korte vraag. We hadden het net al in het begin van het filmpje van Natuurmonumenten. En de heer Gerbrandy verwees er al naar dat die vogels hun trekroutes vanuit Afrika beginnen. Het klimaatvraagstuk, bij uitstek een mondiaal issue, al voorbij gekomen. Een vraag aan de kandidaat EP-leden. Zijn jullie voor of tegenstander van een groter mandaat, competentie van het Europese parlement, vis-à-vis de commissie of vis-à-vis de lidstaten, op het EU-externe, het internationale beleid? Dus een grotere stem voor het EP in die besluitvorming ten koste van of de Europese Commissie of de hoofdsteden. Oké, gaan we een kort rondje voor of tegen doen? Johanna?
Ja, ik zou meer details willen horen over hoe het precies uit zou zien. Maar kijk, wij zeggen samenwerking op juist deze thema's, natuur, milieu, is ontzettend belangrijk op Europees niveau, maar ook op internationaal niveau. Zoals we met één stem zouden kunnen spreken, die het ChristenUnie SGP-geluid ook waarborgt, dan ben ik helemaal voor. Is het ervoor? In het verkiezingsprogramma staat heel duidelijk dat jullie dat niet willen. Wees er nou gewoon eerlijk in. Kom. Het is een ja inmiddels geworden. Ik heb mijn antwoord net gegeven. Okay. En het fijn dat de heer Eckhout dat voor mij denkt beter te weten. Maar mijn antwoord... Ja, Oké, nou dat is helder. Flora Goudappel, ja, voor of tegen? Nou, heel eenvoudig voor. Dat kan ik uitleggen. Wij zijn van mening dat als je intern iets aan de EU geeft, dat is een basisregel, dat ook extern moet kunnen. Want anders heeft het intern ook geen zin. Oké, Bas Eickhout. Ja, dit gaat over buitenlands beleid, wat nu nog competenties van lidstaten. En wij zijn ervoor dat dat veel meer competentie wordt van de commissie, inclusief controle van het Europese parlement. Daar kan Gerben-Jan ik mij Gerbrandi? Volledig bij aansluiten. Ja? Volmondig okay. Ja. Erik Wesselius. De SP is niet voor een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid. We zijn wel voor samenwerking tussen lidstaten van de Europese Unie in internationale fora. En wij zullen ons daar altijd voor natuur en milieu ook inzetten. Anja Haaskamp, voor of tegen? Tegen. Wat wij nu zien is dat Brussel eigenlijk de minimumnorm neerlegt als het gaat om dit soort belangrijke waarden als natuur en milieu. Het is een Europa van het laagste minimum geworden. Waarbij aan de andere kant ook nog eens op heel veel terreinen het aan de lidstaten onmogelijk wordt gemaakt om een stapje extra te doen. Dus zolang de focus nog helemaal ligt bij de Europese Unie op geld, vinden wij niet dat je Europa nog meer moet weghalen bij de lidstaten. En ik zie daarachter iemand staan met een heel mooi pamflet, daar stond zojuist op. Hou vast aan je idealen. En dat zou ik ook zeker hier willen oproepen aan anderen. Want we zijn het misschien wel op een heleboel terreinen wel eens. Maar we zien al te vaak dat daar waar dan de partijen aan de macht zijn, of dat nou in provincies, gemeentes is, of in de lidstaten, dat ze hele andere dingen doen dan ze zeggen. Het klopt feitelijk gewoon niet wat hier gezegd wordt. Als je gaat kijken naar internationaal klimaatbeleid, als de EU aan het minimum zou hebben voldaan, dan zou Europa het beleid van Polen voeren op internationaal klimaatbeleid. Puur feitelijk kunnen we stellen dat de EU dat juist niet doet. Dus wat je hier zegt, Anja, klopt feitelijk niet. Oké, nou, er waren nog meer vragen. Dus weet je, ik stel voor dat jullie dat even straks afmaken. Want ik voel me aan voor of tegen nog van het CDA. We hadden vier voor. Mijn beeld is altijd het katshuis waar wij die G8 mochten hosten. Ja. Maar goed, wij stonden buiten. En de wereld zat aan tafel. Wij mochten de koffie zonder brengen. Zonder Nederland. Zonder precies. Nederland. En dat is het niveau waarop straks de klappen vallen. En dat zal uitgebreid worden met andere landen. Daar zit ook Nederland niet bij. In ons belang is het om een heel veel sterker buitenlands beleid te hebben. Oké, dank. Er waren nog meer vragen namelijk. Deze meneer. Zul ik even wil zeggen aan wie u de vraag richt en wie u bent? Nee, even in het algemeen. Ik ben Luid Buurma, ik ben gepensioneerd en ik wil het nog jeugdiger. Ik vind het een heel fris debat, maar u had het over de zandmotor bij Den Haag en Scheveningen. En daar heb je het Koerhaus en daar heb je het Surfdorp Vast. Alle leuke jongeren zitten in het Surfdorp Vast. Allemaal oude rotzooi wordt binnenkort opgeheven. Het Koerhaus, daar gaan alle economen en politici heen. Kan het nog ietsje jonger? Oké, nou, een oproep, zullen we het zo noemen? Ja. Oké, dank u wel. Ik ben al laatst nog geweest in het Surfdorp. Ja? Nou, kijk. Ik voelde je oud. Ik werd daar weer Ja, zegt u maar. Een vraag aan de heer Gerbrandi. U pleit voor een nieuwe wetgeving op het gebied van no loss, als ik goed gevolgd heb. Maar u had het ook over die Hedwiggepolder. Daarvan zei mevrouw Flora Goudappel terecht dat dat een afspraak tussen Nederland en België was. Maar er zat ook een Europese bindende richtlijn achter, namelijk de Natura 2000. De habitatrichtlijn, om het precies te zeggen. Die verplichtte Nederland om te compenseren voor de schade die was aangericht. Dus dat is al iets wat bestaat. Zou het niet heel moeilijk zijn om nieuwe regelgeving te introduceren? Is het niet beter om die oude regelgeving, die al met zoveel moeite gehandhaafd wordt, om daarop in te zetten? Meneer Gerbrandi.
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een van de, sterker nog, het is het eerste doel van de biodiversiteitsstrategie. Dat is om die vogel- en habitatrichtlijn en overige natuurwetgeving, om die echt op een volwaardige manier uit te voeren, te handhaven enzovoorts. Dus dat staat natuurlijk bovenaan. Overigens, wat mensen er ook van willen zeggen, het is een enorm succes. Hè? Die Europese natuurwetgeving is een ongekend succes. En dat zie je ook aan de resultaten. Er zijn weer allerlei dieren die weer terugkomen, die enzovoorts. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Alleen, ik vind dat we een stap verder moeten gaan. En dat wordt een hele erg moeilijke stap. Want het principe omarmen is heel wat anders dan het uiteindelijk in wetgeving ook ermee instemmen. Maar ik denk dat we daar naartoe moeten. Kijk, we hebben er ons aan verplicht, weer met die niet-bindende strategie, dat wij niet alleen maar in 2020 het verlies aan biodiversiteit stoppen, maar dat we ook 15% herstellen van wat al verloren is gegaan. Dat gaat nog veel verder dan het verlies stoppen. Dus dat gaat zelfs nog verder dan het no-net-los principe. Dus ik wil daar heel hard voor door blijven gaan. Ik hoop dat we een eurocommissaris krijgen die daar net zo sterk in gelooft als de huidige. En ik hoop ook dat Nederland ook eisen stelt aan andere eurocommissarissen. En niet alleen maar kijkt van wat is voor Nederland het beste voor de eigen plek. Oké, dank. Mevrouw daar, zag ik. Ja. Vraag over die no-net-loss-strategie. Voor gebieden is dat een helder iets. Voor ecosystemen wordt dat toegepast in de habitatrichtlijn. Is het nou wel zo handig om dat in biodiversiteit te doen? Ik heb al mensen horen zeggen van nou, dan doen we er een witsnuitlibel weg. Maar als er dan een kikker terugkomt, is het ook goed. Tot en met, ja, maar we ontwikkelen ook nieuwe soorten met GMO's. En dan hebben we meer biodiversiteit. Is dat nou waar we naarto zouden moeten gaan? Oké, even een korte antwoord. Nee. Oké, nou, bedankt. Dat is niet de bedoeling. Nee, en daar gaat u zich voor inzetten, begrijp ik. Ja, oké. Ja, er zijn nog meer vragen, maar ik kijk even naar de klok. Er is straks een borrel, dus ik wilde eigenlijk vragen of u die vraag kunt u dan ook aan de... Behalve u moet snel weg, hè? Of valt het wel mee? Valt wel mee. Om die vragen even op te sparen om hierna aan ze te stellen. Want ik wilde, voordat ik naar de directeur van Natuurmonumenten ga ter afsluiting, wilde ik nog even aan jullie vragen wat jullie meenemen uit dit debat, verder op jullie campagne en naar Brussel en naar huis en naar jullie partij. Voor sommigen, nou ja, die hebben misschien iets geleerd ook vandaag met de verdieping in dit debat. Johanna, wat neem jij mee als je één ding mag noemen? Je begint wel steeds bij mij, hè? Ik heb minstens tijd om na te denken. Oké, je hebt gelijk. Dirk, wat neem jij mee? Ik neem mee dat we uiteindelijk met z'n allen de stip op de horizon, die hebben we redelijk helder. De manier waarop we er komen, dat is nog een gevecht. En ik heb dat ook de laatste jaren in het EP gezien. Dat is een keihard gevecht. En je hebt echt iedere stem die zal tellen op die dossiers. Want ik heb amendementen met één stem voor en één stem tegen zien gaan. En zet dus ook die mensen, die potentieel, die twijfelaars die in die enge rechtse club zitten, hè, van de EVP-fractie, hou die vast. Dus je gaat met een harnas naar Europa. Nou, absoluut. En dat is ook wat onze functie in onze eigen fractie, om dat gesprek aan te gaan met mensen die inderdaad hier nog nooit van gehoord hebben. Oké. Anja Hazekamp, één ding, wat neem je mee uit dit debat? Nou, dat eigenlijk iedereen heel erg achter deze tafel heel erg pro-natuur is. Dat ze vinden dat daar meer in geïnvesteerd moet worden. En u gaat ze opzoeken. Daar wil ik ze graag aan houden in Brussel. Meneer Wesselius, wat neemt u mee? Ik neem ook mee dat er heel veel eensgezindheid is achter deze tafel, naar mijn gevoel. Dus als ik gekozen zou worden, dan verheug ik me erop om samen te werken op deze thema's, omdat ze mij ook heel erg aan het hart gaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Meneer Gerbrandy. Ja, dat laatste, daar sluit ik me helemaal bij aan. Nieuwe vrienden gemaakt vandaag. Ik heb in één keer veel meer vertrouwen gekregen in de partijen die hier vertegenwoordigd worden. Dus ik hoop dat ik ze aan die beloftes kan houden de komende 5 jaar. En nog één opmerking naar Dirk. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Je moet ook binnen fracties waar minder aan natuur gedacht wordt, kunnen bepaalde partijen wat doen. Maar we kunnen natuurlijk ook zorgen dat die fracties gewoon wat minder groot worden. En daar gaan de verkiezingen natuurlijk over. Oké. Goed. Bas Eikhout, altijd veel vrienden tijdens de campagne.
Ja. Nee, dat is hartstikke mooi. Wat neem je mee van vandaag? Nou, volgens mij, ik zou het interessant vinden als wij deze discussie die we hier hebben, eigenlijk in Europa, in het Europese parlement, ook kunnen voeren bij juist waar die andere commissies zitten. Dus dit is een beetje de natuur-milieuhoek van het Europese parlement. Daar zitten straks 60 mensen in die commissie. Daar kunnen wij vaak meerderheden bereiken, maar die worden dan in de plenaire zaal weggestemd, omdat eigenlijk die fractie, met name die twee grotere fracties, daar niets mee te maken willen hebben. Dus laten we nou proberen deze discussie, waar we blijkbaar hier een ongelooflijk grote eensgezindheid hebben, hartverwarmend, maar laten we zorgen dat we die meerderheid iets wat overeind houden op het moment als het in de hoek van landbouwbeleid of in de hoek van structuurfondsen of in de hoek van transportbeleid kan. Ja, okay. Zit u dan niet in de commissie? De Groenen zitten daarin, maar dan zijn we ineens alleen. Dus Anja, dat is echt handig, zo'n fractie. Daar komen jullie straks ook gewoon bij, dat weten we. Dus als jullie eurocriticus worden, dus dat neem je mee. Flora Goudappel. Ja, wat hier vooral opvalt is dat beide onderwerpen zijn ingeleid door het bedrijfsleven. Dus dat niet alleen het gaat om de publieke sector, niet alleen om overheidshandelen, maar dat daar nauw samengewerkt kan worden, nog meer dan nu het geval is, breed met het bedrijfsleven. Dank. Johanna van der Schee, heb even na nu, kunnen denken? Natuurlijk de uitsmijter. Nou verwacht heel wat, hoor. Nou verwachten we wat. Ja. Nou, er is al heel veel gezegd. Wat ik meeneem is uiteraard heel veel kennis, want ik heb me kunnen verdiepen in deze thema's. En wat ik ook meeneem is, want ChristenUnie is ook altijd wel, SGP zeggen ook van zoveel mogelijk op nationaal niveau regelen. Maar vooral wat ik gehoord heb als aanreiking, wat we op Europees niveau kunnen en zouden moeten regelen, dat ga ik zeker meegeven aan mijn collega's die in de fractie komen. Goed, hartelijk dank. Ik zou zeggen een applaus voor de kandidaat Europarlementariërs en mevrouw Nijhoff natuurlijk. En ik ga even op zoek naar Theo Wams van Natuurmonumenten. Daar zit hij. Heel bescheiden achterin als een van de organisatoren. Kan je goed luisteren. Voor de afsluiting. Hartelijk dank. Dag allemaal. Ja, goedemiddag. Ik zat met Roy. Ik kon niet helemaal vanaf het begin er zijn, maar ik heb met rode oortjes zitten luisteren naar het debat. Wat misschien niet een enorm splijtende discussie was, maar wel des te meer diepgang had over twee onderwerpen die er werkelijk toe doen voor de duurzaamheid van Europa. Dit was dus het groene debat in het kader van de Europese verkiezingen, georganiseerd door IUCN, Leaders for Nature en Natuurmonumenten. En ik vind het mooi om een paar slotopmerkingen te kunnen maken. Toen ik dat voorbereidde, dacht ik van ja, er zit al een hele geschiedenis, ook bij deze drie organisaties, voor de discussie die we hier vanmiddag hebben. Het was nog in 2006 dat aan het toenmalige kabinet een aantal leiders uit het bedrijfsleven een verontruste brief schreven en zeiden van, best kabinet, besteed alsjeblieft meer aandacht aan de relatie economie-ecologie. En een zinsnede die daarin voorkwam, zo algemeen als die is, maar ook zo fundamenteel. De natuur vormt de basis van ons bestaan. Dit moeten we behouden voor nu en de toekomst. En het werd ook vergezeld van een aantal voorstellen en een aantal indringende oproepen. Onder andere ook met betrekking tot Europa, want men vroeg ook een proactief, innovatief Europees beleid. Die oproep vanuit die bedrijven, en volgens mij kwam dat voor een flink deel ook uit de hoek van Leaders for Nature, die is gevolgd door het instellen later weer door het kabinet van een taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen onder voorzitterschap van Hans Alders. Daar mocht ik zelf ook onderdeel van uitmaken. En dat was echt een enorme ontdekkingsreis in de relatie economie-ecologie. Wat ik daarvoor niet wist is dat er in het ecosysteem van de aarde, als je dat in geld gaat uitdrukken, gaat er meer om dan in de hele geldeconomie van de aarde, om eens wat te noemen. En zo waren er allerlei inzichten in wat eigenlijk de economische betekenis van natuur is. En die taskforce, waar ik ook in mocht zitten, die kwam daarna ook met allerlei voorstellen op het gebied van het mee laten wegen van de economische waarde van natuur in beslissingen van de overheid, maar ook van bedrijven, in het gebruik maken van de krachten en ook de creativiteit van de natuur in allerlei economische innovaties. Nou, daar kom ik straks nog even op terug bij Building with Nature. En ook het opzetten van een strategie, hij werd hier ook genoemd, No Net Loss, die er per saldo toe leidt dat de natuur met economische ontwikkelingen mee telkens krachtiger en beter wordt. Nou, nu staan we hier en dan gaat het over die thema's waarbij over natural capital accounting
gesproken is, nou, best een heel complex onderwerp. Maar ik zeg maar, meten is weten. Hoe meer je weet wat de economische impact is van een aantal, zeg maar, handelingen met de natuur, wat de economische betekenis is van de ontwikkeling van de natuur, hoe beter je daar ook rekening mee kunt houden. Dat was een stukje waar ik nog niet bij was, maar ik begrijp dat we een snelweg gaan aanleggen die per saldo goed voor de natuur is. Dan moet ik als natuurmens toch even denken, oeh, die snelweg. Maar goed, dat, we gaan het allemaal... We gaan het allemaal zien en het is gewoon heel fantastisch, denk ik, dat in de breedte hier gezegd is, dat is een belangrijk onderwerp voor Europa en daar moeten we ook serieus mee aan de slag. Als het gaat om bouwen met natuur, building with nature, dan hebben we in Nederland inmiddels een heel aantal voorbeelden. U heeft het gehad over de zandmotor, over de markerwadden. Maar ik denk ook aan het gebied De Onlanden, vlakbij Groningen, waar een prachtig stuk natuur is ontwikkeld. Wat nu zorgt dat het Groningen Museum nooit meer onderloopt als er een heleboel water uit de lucht komt vallen. Nou, dat was deze dagen het geval. Klimaatbuffers hebben we het dan over. En wat ik alleen al fantastisch zou vinden, is als bij beslissingen over grote infrastructurele werken, waterveiligheidsingrepen, de natuurlijke optie in elk geval altijd meegenomen zou worden. Omdat hij is ook zo goed vaak, zo multifunctioneel en ook vaak zelfs economisch zo voordelig, dat als je hem alleen maar vergelijkt met de andere opties, dan zul je zien dat hij er in een heel aantal gevallen gewoon uit komt rollen. Ook fantastisch om daarover te horen wat de verschillende partijen zeggen. En u kwam inderdaad bij elkaar in de buurt en een paar mensen die voelden zich gedwongen om te zeggen, nou, dan moeten we daar straks ook wel gebruik van gaan maken. Dat gaan wij ook doen als groene organisaties. De verkiezingen die komen eraan, die worden spannend. Hoeveel mensen komen er stemmen? Waar stemmen ze op? Wat wordt de uitkomst? Maar als u straks gekozen bent, wat ik u allemaal van harte, zeker na wat u hier allemaal gezegd heeft, allemaal van harte toewens, dan komen wij weer langs en dan gaan we het eens even nog wat concreter hebben over wat er allemaal zou kunnen en allemaal zou moeten voor een groener en duurzamer en natuurvriendelijker Europa. Intussen, als u nou heel erg uw best doet, dan kunt u nu ook groenste politicus worden, want het was altijd zo dat Natuurmonumenten elk jaar de groenste politicus koos, maar dat was het groenste parlementslid van Nederland. Maar na een aantal jaren dat gedaan te hebben, dachten we, ja, maar er zijn zulke fantastische groene politici in de gemeente, in de provincies, bij de waterschappen, in Europa. Dus u mag allemaal meedoen. U moet wel genomineerd worden. Dus, maar u heeft vast vrienden en fans die dat willen doen. Sommige van u die moeten nog beginnen, dus dat wordt een beetje lastig. Maar we gaan daar gewoon mee door. En twee van u zijn er reeds voorgedragen. Alleen weet ik niet uit mijn hoofd welke twee dat zijn. U bent er in elk geval één van, dat weet ik. Maar. En u bent de andere. Kijk. Ah. Maar het laat, hè, dus van de zittende parlementariërs. Ik wil dat onderzoeken, belangenclub die daar achter zit. Oh, er komt al een parlementaire enquête naar de verkiezing voor de groenste politicus. Iedereen aan deze kant, iedereen in de zaal, ontzettend bedankt. Als laatste hebben we ook een presentje voor de kandidaten. Dat is niet Building with Nature, maar Building for Nature. Dat zal wel blijken als u de... Ze mogen uitzoeken, hè, geloof ik, Patrick. Want er staat hier, zoek het exemplaar dat het best bij u past. En dan hebben we zometeen nog een groepsfoto, een fotoshoot. Met deze objecten in de hand. Oh, zo uitzoeken of je sticker erop staat. Ik dacht het mooiste vorm of zoiets dergelijks. Want dan komt er nog even een groepsfoto. En tot slot van mijn kant, als je het woord biodiversiteit een beetje slordig uitspreekt, moet je eens kijken wat je dan krijgt en dan raak je geïnspireerd voor de borrel. Goed, hartelijk dank Theo Wams van Natuurmonumenten. De borrel, want het was een hele zit, een uur en drie kwartier. Fantastisch dat u zo lang, als het goed is, de aandacht erbij heeft gehouden. Hiernaast is zo de borrel en er kunnen er ook nog vragen gesteld worden aan degenen die niet door moeten naar het volgende debat. Dank in ieder geval voor uw aandacht. Dank u wel.